die en waren niet zo lekker van de week. En iemand zei, en, heb je wel aan de Heere gedacht? En ik dacht, ja, helemaal gelijk, weet je. We moeten worden als kinderen van, hey, heb je aan de Heere gedacht? Of was je alleen met je pijntjes en je ditjes en je datjes bezig? Maar wat ik toen vroeg ik me af, ik dacht, hé, ik zei wel zo snel ja. Heer, heb ik werkelijk aan u gedacht? En wat me overviel was, wauw, elk moment dat ik doe dat ook, ik denk aan de Heer, want ik verbaas me over zijn liefde. Dat die, daar kan ik niet bij, zo groot is die liefde, zo overweldigend. En toch wordt die overweldigende liefde van God alleen maar groter. Is dit niet geweldig? Het wordt steeds, het blijft groter worden. Ik blijf me er meer over verbazen. En elke keer als ik denk van wauw, groter kan niet dan die grote liefde van mijn grote God. En toch doet hij er nog, Vernon zou zeggen, doet hij er nog een schepje bovenop. Elke dag weer. En wat ik dan zo mooi vind, hè, als wij het dan eens eventjes vergeten of we zijn met andere dingen bezig. God komt wel naar mij toe. Hè? Die momenten dat ik misschien niet direct aan de Heer gedacht heb, heeft hij wel aan mij gedacht. Is dat niet verbazingwekkend? De voorwaarde is natuurlijk wel dat je hart van hem is. Ben je van hem? He, want we kunnen zo goed ons best doen, dat doen we ook. Als de liefde van Jezus is, dan wil je die liefde aan hem laten zien. Wauw, hoe dankbaar je bent, toch? Maar als dat hart van mij is, dan weet ik dat ik daarmee niet de liefde van God kan kopen. Hij is niet te koop, niet hoe goed ik ook mijn best doe. Al mijn goede werken verdien ik helemaal niks mee. Ik verdien het alleen, want dat zie je dat God. Weet je wat God ons kwalijk neemt? Als wij op andere mensen, als we op onszelf gaan steunen. Als we op onze baan steunen. Als we op onze naasten steunen. Op onze broers en zusters steunen. Als we op ons geld steunen. Onze vaste inkomsten. De overheid voor onze uitkering. Hè, dat we goede dokters hebben. Als we daarop steunen. Niks mis mee met dokters. Dokters kunnen ons helpen. Maar als onze steun op God is. En God zegt, daarom zijn wij. Zijn de sterkste mensen, zijn de mensen die weten wie ze zonder God zijn. Helemaal niks. En die niet vergeten als ze groeien en alles gaat goed. Wauw, vergeet niet op God te steunen. God ziet het als zonde zelfs, als wij niet op hem steunen. En is het niet geweldig dat je dan die moment hebt waar iemand in al zijn onschuld je gewoon even op je nummer zet. En denk ik, wauw, Heer, u hebt wel aan mij gedacht. En wat doet hij dan? Hij brengt me te binnen dat ik op hem kan steunen, dat ik op hem mag steunen, dat ik op hem moet steunen en zo die cirkel. De voorwaarde is, ben je van hem? Want als je dat niet ervaart, dan betekent dat dat hij er niet is en dat je waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk niet van hem bent. Ben je wel van hem, dan mag je daarop steunen. En dat is die keus die wij maken. Soms is het moeilijk om dingen los te laten, overgeven. Hoe doe je dat nou? Zeg, Heer, ik wil van u zijn. En willen is nog steeds niet goed, hè? Of nog niet genoeg. Het willen is er wel, dan komt het werken. Maar het willen en het werken, dat bewerkt God in ons. De keus die we maken. Heer, ik wil het, maar heb je het ook gedaan? Zeg je dan, Heer, mijn leven is vanaf dit moment van u. Ik geef me aan u, bestuurt u het nu maar. Dan merk je dat je geen regeltjes hoeft te leren. Zoals de Farizeeën, zoals in het Jodendom. Waar je alle rituelen, alle regels gaat leren. Maar dan zul je merken dat de Heilige Geest in je onrustig wordt als iets niet klopt, als iets niet goed is. Als je iets doet, iets zegt, iets denkt, als er iets is, ook van buitenaf naar jou toe, wat niet klopt met God, zoals God het wil, dan ga je je onrustig voelen. Waar, dat ben jij niet. Dat is een teken dat de Heilige Geest in je is. Dan hoeft niemand je te vertellen, hè, hoe kort mag je rok zijn? God zegt, fatsoenlijke kleren, geef geen aanleiding. Hè. Hoe ga je poseren? Hè? Tieners, ik zie soms foto's van jullie. He? God wil je beschermen. Moet ik dan zeggen, hoe diep mag je blouseje zijn? Hoe doorschijnend mag het zijn? Hoe kort mag je rok? Hoe strak mag je broek zitten? Wat straal je uit? Welke kerels wil je dat jou leuk vinden? Welke kerels wil je dat op je afkomen? Door wie wil jij bekeken worden? Door die gluurders? Door de verkrachters? Door degene die alleen maar jouw lichaam zien en niet zien wie jij bent? Is God dan zo lelijk? Moet ik je vertellen hoe diep het mag, hoe doorschijnend het mag? Maar als de Heilige Geest, als je zegt, ik ben van God, nou, dan zal ik je zeggen, als je alleen al je eigen foto ziet, met je lipjes. Denk je echt dat de Geest van God in jou je niet waarschuwt en dat je denkt, oeh, maar wie is dat eigenlijk? Wie is dat meisje?
Ben ik dat? Maar zo wil ik niet zijn. Dat is iets in je binnenste. Dat is de God die in je woont. Die begint toch te... We spreken over de beweging van Gods geest. En dan willen we de beweging van Gods geest in de diensten zien. Waar mensen beginnen te gillen. Over de grond rollen, aangeraakt worden. Genezen ook. Maar soms denken we dat alle manifestaties zijn. Aanraking van God. Want dat bewijst hoe geestelijk we zijn. De beweging van Gods geest ervaar ik in mijn binnenste. Dat hij begint te woelen van weg hiermee, dit kan niet. Als ik er onfatsoenlijk op sta, dan gaat de Heilige Geest, die drukt mijn arm omhoog en die wil dat ik mijn armen voor me sla. De Heilige Geest die begint aan mijn rokken te trekken. Begint me om te draaien, wie kijkt er naar me? En ik denk, is God dan zo zwaar? Is God dan zo gemeen en vervelend en ouderwets dat hij niet wil dat jij er zo op staat? Of denk je, geloof je dat God een bestemming met je leven heeft? Geloof je dat God een plan heeft? Eerlijk, vraag je nou eens, geloof je dat of zeg je ja, ik geloof het, want ik heb dat zo vaak horen zeggen. Hè? Dat weet ik wel, in de kerk, hè? Jullie meiden, jullie hebben het in de kerk wel gehoord, God heeft een plan. Maar even denk even na, heeft God een plan voor je? Als in Gods plan een huwelijk voor jou is, welke man denk je dan dat God voor jou heeft? Ik wou bijna zeggen, welke vent heeft hij voor je? Welke kerel? Een kerel die jou als trofee ziet, die met je wil kunnen showen? So who are you talking to now then? Precies, ze weten precies tegen wie ik het heb. Ik heb het tegen de tieners. Ja, en ik ahead. Weet zeker dat het niet van mezelf go is. Ahead, dat go ahead, niet bedacht. Go ahead, maar go ik ahead. Weet ook zeker dat het voor de volwassenen is. Go ahead. Go Haal ahead. Er maar uit wat jij denkt dat de geest zegt. Ik heb je niks te vertellen. Wie ben ik? Ik weet dat God mij beschermd heeft, mijn God. En ik weet de stommiteiten die ik begaan heb, ja. Heb ik ook de gevolgen van moeten onderzien. En dank God voor zijn bescherming. Maar de vraag is, wil je door God beschermd worden? Wil je dat hij voor je kiest? Of wil je teleurgesteld worden? Eigenlijk hoef ik niks meer uit te leggen, hè? Praise God. Weet je, denk je dat het makkelijk is, als ik een foto zie om te zeggen, ik zou jou eens bellen, jij mag dit niet doen. Ah, luister, je mag alles, maar mijn hart breekt. Want ik kan je vertellen, hè, ik ben nu iets oud, ik ben ook jong geweest. Ik kan je vertellen dat alles wat God voor mij uitgekozen heeft, dat is het beste. Het beste wat me ooit is overkomen, het beste. Ja, dan ben je ouderwets, dan pas je niet bij de groep, dan doe je niet mee. Maar als je van God bent, ik zal je het geheim vertellen. Weet je? Wanneer het niet meer moeilijk is om nee te zeggen of soms weet je niet goed. Hè? Dan je hebt altijd alles met je vriendinnen gedaan en zo. Je doet altijd mee. En ineens werkt het niet meer. Het enige wat jij hoeft te doen, ja, dan is het heel gek om te zeggen, ik wil met jullie niet meer omgaan. Alsof jij zo'n heilige bent, zo'n heilige boontje. Dat gaat niet. Maar op een gegeven moment, als jij niet meer meedoet, je drinkt niet mee, hè? Je lonkt niet naar de jongens zoals zij doen. Want zelfs als je die jongens niet wil, weet je toch wel dat ze... Ja, het is toch wel gek als niemand jou leuk vindt, hè? Weet je dat dat de bescherming van God is? Mankeert niks aan jou, hoor. De heiligheid van God. Weet je dat ik dat meegemaakt heb? Als ik niet zo snugger was... Ik was zelf niet altijd snugger in die dingen. Hè? Maar ik heb nu gezien dat het niks te maken heeft met je uiterlijk. Niks te maken heeft met wie je bent. Maar dat God je beschermt. Weet je wat er gebeurde? Kijk maar, de jongens die jij denkt, waarom willen ze mij niet? Ze weten precies dat ze bij jou nee krijgen. Toen Christus op de basisschool was, ja, maar ik, weet je, dan denk je soms van, maar die jongens vragen mij niet, mankeert er iets aan mij? Toen zeg ik, nou, welke meisjes en welke jongens in de klas hebben verkering? Dat zijn een handjevol, in die tijd dan, hè, dat was nog ouderwets. Dan zie je, dit zijn de meisjes, dit zijn de jongens, die gaat met die, die en die. Waarom vragen ze jou niet? Want het is heel, weet je hoe moeilijk het is voor een jongen, hoe eng dat is, als ze een meisje wil vragen, ze zegt nee. En weet je dat de Heilige Geest, ook al ben je, ik was nog niet helemaal toegewijd aan God, want ik wist niet hoe dat moest. Ik wist niet eens dat dat kon. Ik wist niet dat ik van God kon zijn, want dat werd in de kerk toen niet geleerd. Voor mij was de kerk alleen de dominee wist alles en ik weet niks.
Maar weet je dat dat ook de Heilige Geest is? En dat ik dat later in mijn volwassenheid ook gezien heb, toen ik nog niet getrouwd was, dat soms mensen op je afkomen en het is net of ze op een muur, of ze terugstuiten. En met al hun vuiligheid en gorigheid, als ze op me afkwamen, dan was het net of ze zich bedachten. Dat is de God. Ik was me toen nog niet bewust. Als ik terugkijk, zie ik dat en weet ik, oh, dat was het. Omdat ik de stem van God nu beter versta. Dus wil je dat God jou ook zo beschermt? Dan moet jij zeggen, wil ik van hem zijn of niet? Wil je dat hij dat voor jou doet of niet? En die keus mag jij helemaal zeggen. Als jij denkt, ja, eigenlijk heb ik dat niet nodig. Ik kan het zelf wel en ik bepaal het zelf. Dan zegt God, oké, ga je gang. Maar ik weet niet of dat de beste keus voor je is. En dan zeg ik, hey, vragen. Als je nou mij overdreven vindt, ga eens vragen. Misschien moet je gaan onderzoeken, heer, welke foto's? Wilt u het mij laten zien? Mag ik het zelf zien? En probeer eens, ga eens naar jezelf kijken alsof je naar iemand anders kijkt. Wat straal ik hier uit? Wat roep ik over mezelf al? Wie wil er onder een vloek komen? Mag ik je hand zien? Wie wil onder een vloek komen? Besef je dan wel dat je jezelf een vloek over je haalt door de verkeerde personen aan te trekken? Dat doe jij, dat doet God niet, dat doe jij. Maar anyway, ik denk dat dit ook voor de volwassenen heel belangrijk is. En niet alleen, dan denk je misschien, oh, dat je kinderen gaat leren. Ik zou zeggen, begin bij jezelf. Wij komen met zoveel problemen die opgelost moeten worden, maar als we nou eerlijk zijn, dan zijn er een heleboel problemen. Als we nou vanaf het begin naar God geluisterd hadden, dan had je die problemen niet. Weet je hoeveel huwelijksproblemen er zijn? Als we nou naar God geluisterd hadden, die zei geen ongelijkspan. En in deze tijd, laat me even waarschuwen. Ook voor alle alleenstaanden, maakt niet uit welke leeftijd. Als we nou echt naar God luisteren, waarom denk je God? Dan ongelijkspan is niet iemand, een christen en iemand die niet zegt dat hij christen is, die niet in de kerk komt. Ik zou in de kerk heel goed oppassen met wie je omgaat. Van wie wil nou echt de hele weg gaan? Want zolang je samen in de kerk zit, maar de een wil wel Jezus volgen en de ander zit er alleen maar. Er zijn ook mensen in de kerk die Jezus verwarren met Sinterklaas. Want die geeft je cadeautjes, dan mag je je verlanglijstje maken. Ik zou mijn lijstje voor Jezus maken en zeggen, Heer, u wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op aarde en in mijn leven. En dan nog uw specifieke wil. Do you want to continue the whole thing or what? No, tell me. No, serieus. Ja, serieus. I think they like to hear you. No, I'm done. They don't want me. They're rejecting me. Vraag je af, wie is er in je hart? Sinterklaas of Jezus? En met wie je omgaat, kijk niet zozeer welke kerk gaat hij. Kan je makkelijk uitproberen, hoef ik je niet uit te leggen. Maar begin bij jezelf. En als we nou beginnen bij God, en als je dat niet gedaan hebt, vanaf nu kan dat. Zeg vanaf nu, Heer, wil ik gaan zoals u het zegt. Dan kan je je zo ontzettend veel problemen besparen. And you have a very long message, remember? We blijven lekker lang hier vandaag, jongens. Gelukkig is het niet te heet. Halleluja. Prijs God. De Heer zegen je. Now you release... You release bomb and then you send the blessing. Ja, voor mij is de zegen. Yeah. You know, when you look at the word Christian all through the Bible. Als je kijkt naar het woordje Christen in de hele Bijbel. Actually, it's mentioned only 2 times, I think. Dat wordt maar 2 keer genoemd eigenlijk. The word Christian. Het woord Christen. Before that, they were followers of the way. Voor die tijd werden ze genoemd volgelingen van de weg. Yeah, listen, did you hear that? Heb je dat gehoord? The word Christian. Het woordje Christen. And I'm not talking about Christianity. Ik heb het niet over het Christendom. Because that's just a dead religion. Dat is een dode religie. There is no Christianity in the Bible. Er is geen Christendom in de Bijbel. There is no Presbyterian in the Bible. Er is geen Presbyteriaans in or de Bijbel. Or Anglican. Of Anglikaans. Of Jehovah's Witness. Of Jehovah's Getuige. Of Mormoon. Of Mormoon. Kan je even helpen? Or, what is the name of that church now? That dead thing?
So many dead religion. Er zijn zoveel dode religies. So many dead religion, I said. Ik zei, er zijn heel veel dode religies. We are surrounded by them. Hè, we zijn er door omringd. Even in the Pentecostal. Zelfs in de Pinkster. The Pentecost is just a feast. Hè, Pinkster is gewoon een feest geworden. Now you blow up the place with me now. Halleluja. Pentecost, it was just a feast. Pinkster was alleen maar een feest. God never planned for it to be called the church. God heeft nooit bedoeld dat de kerk een kerk moet worden. It became a religion. Het is ook een religie geworden. And in the Pentecostal circles, abominations are being done. En juist in de Pinkster kringen worden heel veel gruwelen gedaan. People speak in tongue and live like the devil. Mensen spreken in tongen en ze leven als de duivel. And offering sex for deliverance in church. En bieden seks aan in de kerk voor bevrijding. And go locked up in the prison. En worden dan opgesloten in de gevangenis. And then say they went there to preach the gospel. En dan zeggen ze dat ze daar gekomen zijn omdat ze het evangelie daar moeten preken. Abomination. Het is een gruwel. You don't want to hear this. It is in my heart to say. Wil je het niet horen? Het is toch in mijn hart om het te zeggen. The word Christian. Het woord Christen. It means you have the divine presence of God on your life. Betekent dat die aanwezigheid van God over jouw leven is. You are anointed by God. Dat jij gezalfd bent door God. Set apart. Apart gezet. A peculiar people. Een bijzonder volk voor God zelf. Redeemed, shout it out. Verlost. No longer a slave of sin. Niet langer slaaf van zonde. And bondage. En gebondenheid. You are pure. Je bent rein. Set apart. Apart gezet. I know we want to be careful with the neighbors. Ik weet dat we voorzichtig willen zijn met de buren. I am so sorry. How can I explain to you what preaching is in one day? Hoe kan ik aan je uitleggen wat preken is in één dag? And please, I beg you now, everybody, pay attention to the word and don't be distracted, please. Laten we nu goed op het woord letten en ons niet laten afleiden. Do not do that. Niet doen. Because the devil will steal it away. Want dan gaat de duivel het stelen. He will steal the word away. Dan steelt hij het woord. He is a master to steal the word. Is er een meester in om het woord te stelen. He will put pleasure in your life. Hij zal het vermaak in je leven, zinsgenot brengen. The pleasures of the world. Zinsgenot van de wereld. The worries of life. De bezorgdheid van dit leven. The deceitfulness of riches. Het bedrog van de rijkdom. The desires for other things. Verlangen naar andere dingen. Will creep into your mind as I preach. He, kan zo je gedachten binnensluipen terwijl ik aan het preken ben. And in your heart. En ook in je hart. And you walk away from here empty. Dan ga je straks hier helemaal leeg with weg. No fruit in your life. En is er geen vrucht in je leven. While God chose his word. Terwijl God gekozen heeft voor zijn woord. To come into your heart. Dat in je hart komt. The word of God is called the incorruptible seed. Het woord van God wordt het onvergankelijke zaad But genoemd. God wants to sow it into pure hearts. Maar God wil dat zaaien in reine harten. It takes a clean heart. Je moet een rein hart hebben. A pure heart. Zuiver hart. An honest and good heart. Oprecht, goed hart. To receive the word of God. Om het woord te kunnen ontvangen. Or it will never produce fruit in your life. Anders zal het nooit vrucht opleveren in jouw leven. Then we are no better than the most dead religions. Dan zijn we niks beters dan de meest dode religies. Amen. 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 God called me to preach like this. God heeft me geroepen om zo te preken. And I would never change it. En dat verander ik niet. For no money in the world. Voor geen geld van de wereld. For no bribery of no millionaire in church. Voor geen enkel smeergeld, ook al ben je miljonair. I am not to be bribed. Ik ben niet om te kopen. Faces cannot intimidate me. Ik word niet door blikken geïntimideerd. The word of God must go forth. Het woord van God moet uitgaan. In this end time like never before. In deze eindtijd als nooit tevoren. With no man-pleasing messages. Met geen boodschappen waar mensen mee behaagd And worden. Making excuses for an unlimited God. En excuses bedenken voor een onbeperkte God. A God who never changes. Een God die nooit verandert. A perfect God. Een volmaakte God. Never lies. Liegt nooit. He gave us his faithful word. Hij heeft ons zijn betrouwbare woord gegeven. Open your Bibles please in Titus 1:9 quickly. Kijk maar in Titus 1 alsjeblieft. Attention, attention in the house of God. Attentie, attentie. Ready to hear the word of God. Klaar om het woord te horen. Ready to do the word of God. Klaar om het woord te doen. Are you ready to hear the word of God? Ben je klaar om het woord te horen?
Did you come here ready to hear the word of God? Ben je gekomen klaar om het woord te horen? Take your eyes off of me. Haal je ogen van mij af. I am nothing. Ik ben niks. It's the word of God. Het is het woord van God. I want you to read Titus 1:9 with me out loud, please. Come. Lees alsjeblieft Titus 1 vers 9. Hardop. Iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, zoals hem dat geleerd is, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Did I read that verse to you already here before? Heb ik dit vers al eerder voor jullie gelezen? Question, look up here. Even een vraag. The onderwijzer is talking. The teacher is speaking. In the classroom, the church. In de klas, in de kerk. You have to look up to the teacher. Wij moesten kijken naar de leraar. You have to look to the teacher of the word. Kijken naar de leraar van het woord. And you gotta take the word that comes from their lips. En je moet het woord aannemen dat over hun lippen komt. The priests of God in the Bible. De priesters van God in de Bijbel. They had to carry the word in their mouth. Moesten het woord in de mond hebben. And the people had to come. De mensen moesten komen. And take the words that comes from their mouth. En het woord wat uit hun mond komt aannemen. For they are the messengers of God. Omdat zij de boodschappers van God zijn. Did I read that verse to you before? Heb ik dat vers al eerder gelezen? Nobody saying nothing. Come on, talk back. Yep. Did you remember what it says? Weet je nog wat er staat? What do you take out of it? Wat haal je eruit? The word of God. Het woord van God. Is the faithful word. Is het betrouwbare woord. What is faithful? Wat is betrouwbaarheid? Somebody, someone you can count on. Iemand van wie je op aan kunt. You can give your life completely to the word. Je kunt je leven volkomen overgeven aan het woord. You can depend on it. Je kunt erop rekenen. It's loyal. Het is loyaal. You can trust the word of God. Je kunt het woord van God vertrouwen. I don't trust in nothing else but the word. Ik vertrouw in niks anders dan het woord. I don't trust even you. Ook jou niet. I don't trust no man above God's word. Ik vertrouw geen mens boven het woord van God. I mean that. En dat meen ik. I cannot trust in man. Ik kan niet op mensen vertrouwen. I put all my trust in that Bible. Ik stel al mijn vertrouwen in die Bijbel. Look up here. Kijk maar hier. That's what it is. Dat is het. That's what you got to do. Dat moet jij ook doen. You cannot trust me. Je kunt mij niet vertrouwen. Above the Bible. Meer dan de Bijbel. You better don't do that. Doe het niet. You better never do that. Moet je nooit doen. You know, I know when I come to a pulpit when intimidation flips out in the air. Ik weet het, hè, wanneer ik in een gemeente kom om te spreken. Not gemeente, anywhere you preach the word, anywhere. Of waar je ook maar het woord waar ik kom om te preken. Because the devil doesn't want the word to go out. Wanneer er intimidatie op me afkomt, want de duivel wil niet dat het woord komt. With the minds of people. Met de gedachten van de mens. With the thoughts that people have. Welke gedachten mensen kunnen hebben. With the attitude they have to God. En welke houding ze hebben tegenover God. I can feel it. Dat kan ik voelen. I've been preaching for a while. Ik preek al een tijdje. I stood in front of demon powers. Ik heb voor demonen gestaan. And see them come to hinder the word. Ik heb gezien hoe ze gekomen zijn om het woord te komen hinderen. And see them scream. Maar ik heb ze zien schreeuwen. And cry for mercy. He? En ze schreeuwen, huilen om barmhartigheid, om genade. When the word hits them. Wanneer ze geraakt worden door het woord. And they criticize the preacher then. En dan hebben ze kritiek op de prediker. And they forget what God told them. Maar vergeten wat God tegen hen gezegd heeft. And then they say they get condemned. En dan zeggen ze dat ze veroordeeld worden. But it was conviction. Maar het was overtuiging. Of the Holy Spirit. Door de Heilige Geest. That was blessing them. Die hen zegende. To deliver them. Om ze juist te verlossen. From their dilemmas. Van hun dilemma's. I do not want to trust in nothing else but the Bible. Ik wil nergens anders op vertrouwen dan op de Bijbel. The faithful word of God. Het betrouwbare woord van God. I want you to read that Titus 1:9 one more time, please. Nog een keer, Titus 1 vers 9. My goodness, help me, Lord. Dat is iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord. Dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen. Door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen. Who is Paul speaking there to? Tegen wie heeft Paulus het hier? Titus. Tegen Titus. The bishop of the church. De overste van de gemeente.
The overseer of the church. De opziener van de gemeente. Not talking to just a baby Christian there. Heeft het niet hier tegen een baby Christen. He's talking to the leader of the church. Heeft het hier tegen de leider van de gemeente. The spiritual leader. De geestelijke leider. The man of God. De man van God. Must hold fast to the faithful word of God. Hij moet zich houden aan het betrouwbare woord van God. All the time. De hele tijd. To speak it into the church. En dan moet hij spreken in de gemeente. And let no man despise his authority. En laat geen mens zijn gezag verachten. He must convict the church with the word. Hij moet de gemeente overtuigen met het woord. Look at Titus 2:15 and read it also loud. Ook Titus 2 vers 15. Laten we dat ook maar eens lezen. Let's move, let's move. Titus 2:15. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. En laat niemand u verachten. That's what a man of God must do. Dat is wat een man van God moet doen. Get the faithful word in his own life. Zorgen dat dat betrouwbare woord in zijn eigen leven komt. Feed his own life daily with that word. Daar moet hij zichzelf elke dag mee voeden met dat woord. So he can be qualified. Zodat hij voldoet aan de kwalificaties. To hold fast to that faithful word. En zich kan houden aan dat betrouwbare woord. And Titus 2:15. En Titus 2 vers 15. Says, daar staat. What does it say again? Spreek over deze Speak dingen. Speak about these things. Speak the holy things. Spreek Come on, Hans. Spreek die heilige dingen. Speak to the church. Spreek tot de gemeente. Speak the word. Spreek het woord. Speak into the marriages. Spreek in het huwelijk. Speak into the young people's lives. Spreek in het leven van de jongeren. Speak against sin. Spreek tegen de zonde. Especially immoral ones. Vooral de immorele zonde. Speak against hypocrisy. Spreek tegen de huichelarij. Speak against private secret sins. Spreek tegen privé, stiekeme zonden. Speak against sin in leaders' lives. Spreek tegen de zonde in het leven van de leiders. With all authority, he says. Met alle gezag, zegt hij. Let no man despise your authority to speak it. Laat niemand je gezag verachten waarmee je dat die dingen zegt. Because a man of God. Want een man van God. That lives right with God. Die zelf recht voor God leeft. God gives him a platform. God geeft hem een platform. Authority. Gezag. To speak into the people's lives. Om te kunnen spreken in iemands leven. That's what God planned for the church to be. Zo zou God de gemeente willen hebben. And that's what I'm doing today. En dat doe ik vandaag. I'm speaking into your life. Ik spreek in je leven. With all authority. Met alle gezag. And you're not going to despise it. Je gaat het niet verachten. Receive it. Neem het aan. So you can grow. Zodat je kan groeien. If God's word is so faithful. Als Gods woord zo betrouwbaar is. Then how about God's faithfulness? Hoe zit het dan met de betrouwbaarheid van God? The way I see people serve God. Als ik zie de manier waarop sommige mensen God dienen. They put him in the Old Testament. Dan schuiven ze hem door naar het Oude Testament. And they call him a liar if they don't look out. En als ze niet oppassen, noemen ze hem nog een leugenaar ook. They call him a liar by their unbelief. Ze noemen hem een leugenaar door hun ongeloof. Blaming God for so many things. God krijgt de schuld van alles en nog wat. I'm not blaming God for coronavirus. Ik geef God niet de schuld van een coronavirus. It has prophesied that those things will come. Er is al lang geprofeteerd dat die dingen komen. I'm not blaming God. Daar beschuldig ik God niet for van. AIDS. Voor AIDS. God sent AIDS. God heeft AIDS gebracht. God cursed man with that. God heeft de mens daarmee vervloekt. Because he said you get married to one wife. Want hij heeft gezegd trouw met één vrouw. Don't sleep around. Ga niet met Jan en allemaal naar bed. Don't go to the homosexual parties. Ga niet naar homoparties. They don't want to listen. Ze willen niet luisteren. He sent the curse. Hij kwam met de vloek. Call it AIDS. Genaamd AIDS. Kill people. Mensen werden gedood. God did it. Heeft God gedaan. Not the devil. Don't give the devil the credit for that. Niet de duivel. Dan moet je de duivel niet de eer voor geven. Don't do that. God did it. Heeft God gedaan. God can send curse. God kan met vloeken komen. And grace preachers don't want to hear this. En genadepredikers die willen dit niet horen. God can do whatever he wants. God kan doen wat hij wil. God has holy anger. God heeft heilige toorn. You hardly hear anybody say that. Dat hoor je bijna niemand zeggen. He is love.
Hij is liefde. He's so kind. Hij is zo lief. He's so long-suffering. Hij is zo langmoedig. When do you hear somebody talk about the holy anger of God? Wanneer hoor je iemand spreken over de heilige toorn van God? Against sin. Tegen de zonde. Against idolatry. Tegen afgoderij. Against hypocrisy. Tegen huichelarij. Against disobedience. Tegen ongehoorzaamheid. When did you hear it the last time? Wanneer heb je dat voor het laatst gehoord? Oh, sapribenando. Money. Geld. Money, you hear money, 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 geld. Money. Geld, dat hoor je. Geld, geld. Bless me, bless me, bless me. Zegen mij, zegen mij. You hardly hear. Je hoort bijna niet. A radical approach. Een radicale benadering. Of the holy fear of God. Over de heilige vrees voor God. In our churches. In onze kerken. That's why many are sinning. Dat is de reden waarom zoveel mensen zondigen. That's why many are making friendship. With this world. Daarom sluiten zoveel mensen vriendschap met deze wereld. And God becomes their enemy. En God wordt hun vijand. And then later they blame a faithful God. En later beschuldigen ze een betrouwbare God. For what they did against him. Voor wat ze zelf tegen hem gedaan hebben. And the consequences came upon them. En ze ondervonden de gevolgen daarvan. They sow the flesh. Ze hebben gezaaid in het vlees. And they reap. The corruption. En ze oogsten dan verderf. They stop sowing to the spirit. Ze zaaien niet meer in de geest. And they don't have no life. En hebben geen leven. An everlasting life. Eeuwig leven. They don't have the spirit of God. Ze hebben niet de geest van God. They have the flesh. Ze hebben vlees. The carnal inclinations. Het alle vleeselijke begeerten. The carnal mindset. Die hele vleeselijke denkwijze. The minds on the things of earthly things. Hun gedachten zijn alleen bezig met aardse dingen. Uh-huh. Their God becomes their belly. Hun God wordt hun buik. Their shame becomes their glory. Hun schande, dat is hun eer. They become enemies of the cross of Jesus Christ. Ze worden vijanden van het kruis van Jezus Christus. Having their minds on earthly things. Omdat hun gedachten bepaald zijn bij aardse dingen. There is nothing nobody can offer this preacher. Er is helemaal niks wat iemand deze prediker kan aanbieden. Not your money. Niet je geld. Never nothing what you got. Niets van wat je hebt. I am not interested in that. Daar ben ik niet geïnteresseerd in. I am interested in your spiritual welfare. Ik ben geïnteresseerd in je geestelijke welzijn. You invite me to your house. Als je me uitnodigt in je huis. And you try to show me a very expensive kitchen. En je wil me ze laten zien wat een mooie keuken je and hebt. Tell me how much it costs. En vertel hoeveel die kost. I'll stop you. Dan hou ik je tegen. And tell me, don't talk to me about that. Daar hoef je met mij niet over te praten. Let's talk God. Laten we praten over God. Let's talk about the word. Laten we praten over het woord. What did you read in your Bible? Wat heb jij gelezen in je Bijbel? When did you pray? When was the last time you fasted? Wanneer heb je gebeden? Wanneer heb je voor het laatst gevast? When the last time you prayed for me? Wanneer heb je was het voor het laatst dat je voor mij gebeden hebt? Denk niet dat ik ooit onder de indruk raak van aardse dingen. Dat gaat niet gebeuren. It would never happen. Gaat nooit gebeuren. I'm not interested. Ik ben niet geïnteresseerd. I want the God of Abraham, Isaac and Jacob. Ik wil de God van Abraham, Isaac en Jacob. I want his power. Ik wil zijn kracht. His glory. Zijn heerlijkheid. I want to embrace him today. Ik wil hem vandaag omhelzen. As the most faithful God. Als de meest betrouwbare God. All our life can be dependent on him. Ons hele leven kunnen we op hem rekenen. He's the most loyal, perfect God. Hij is de meest betrouwbare, volmaakte God. And many still don't trust him. En veel mensen vertrouwen hem nog steeds niet. Because they trust in flesh. Want ze vertrouwen op het vlees. Last week. Hello, listen. Last week. Die vorige week. I read to you Jeremiah 17, 5 to 8. Heb ik voor jullie gelezen. Jeremia 17, vers 5 tot 8. Don't turn to it. Hoef je nu niet op te zoeken. Cursed is the man. Vervloekt is de man. That trust in the arm of flesh. Die vertrouwt op de arm van vlees. And not on God. Maar niet op God. And the consequence of that curse. En de gevolgen van die vloek. Is a very dry life. Is een heel dor en droog leven. Dead. Dood. Like a rebellious person dwelling in a dry land. Als een opstandig iemand die in een dor en droog land woont. Then it says the one who is blessed. Dan staat er ook degene die gezegend zijn. Those who trust in God. Die op God vertrouwen. Shall be planted.
Die worden geplant. In the house of God. In het huis van God. They shall bring forth fruit. Ze zullen vrucht hebben. Be very fat. Ze zullen heel vet worden. Spiritually fat. Geestelijk vet. In the house of God. In het huis van God. All their life will be blessed. Hun hele leven is gezegend. Mm-hmm. Unlike the Jeremiah 17, 5 and 6 people. Niet zoals de mensen van Jeremia 17, vers 5 en 6. A lot of people are leaning on themselves. Veel mensen steunen op zichzelf. Leaning on religion. Op religie. Leaning on traditions of man. Steunen op tradities van mensen. Opinions of preachers. Meningen van predikers. Teachings of man that is not in the Bible. Leerstellingen van mensen die je niet in de Bijbel ziet staan. Books of man that has nothing to do with the Bible. Boeken van mensen die wat niks te maken heeft met de Bijbel. I am shocked. Ik ben gewoon gechoqueerd. To see Christian leaders. Als ik zie hoe Christen leiders posting things on their Facebook. Dingen posten op hun Facebook. That has nothing to do with God. Wat niks te maken heeft met God. Women almost naked. Vrouwen bijna naakt. Quoting a worldly actor. Wereldse acteurs worden geciteerd. And because the actor put something about God. Omdat die acteur toevallig iets over God zegt. But if an actor says he is a Christian. Als een acteur zegt dat hij christen is. Then he has to quit the acting. Dan moet hij stoppen met acteren. And stop it. Acting like the devil. Dan moet hij stoppen met acteren doen als de duivel. And bringing movies that are still immoral. En met films komen die nog steeds immoreel zijn. That is not repentance. Dat is niet bekering. Repentance means. Bekering betekent. You turned away. Je hebt je afgekeerd. Your life is turned around 180 degrees. En je leven is 180 graden omgedraaid. And you never go back. Je gaat nooit meer terug. Did you see Paul went back to persecute the church? Zie hoe Paulus opnieuw de kerk terugging en opnieuw de kerk ging vervolgen? His life was turned around. Zijn leven was omgedraaid. 180 degrees. 180 graden. And he said in 1 Timothy 1:15. Hij zei in 1 Timotheus 1 vers 15. This is a faithful saying. Dit is een betrouwbaar gezegde. I know that Christ Jesus. Ik weet dat Christus Jezus has come into this world. In deze wereld gekomen is. To save sinners. Om zondaren zalig and te maken. I am the chief. En ik was de ergste. But no longer. Maar nou niet meer. He said I was a blasphemer. Hij zei ik was een godslasteraar. I used to persecute the church. Vroeger, voorheen vervolgde ik de gemeente. How dare we? Hoe durven wij say we are Christian. Zeggen dat we christen zijn? And quote those people. En die mensen gaan citeren. Who have nothing to do with the real Christian life. Die niks te maken hebben met het echte christenleven. I told you James 2:19 one time here. Ik heb hier een keer verteld over Jacobus 2 vers 19. Listen to it again and put a smile on your face because this is good news. Luister maar, je mag best glimlachen want dit is nog steeds goed nieuws. James 2:19 declares. Jacobus 2 vers 19 zegt. You say there is only one God. U zegt, u gelooft dat er God één is, dat er maar één God is. Oh ja? Oh ja? You dare to say there is only one God? Jij durft te zeggen, er is maar één God. He said the devils also believe. Hij zegt, de duivels of demonen geloven dat and ook. And they tremble. Zij sidderen. Devils don't do what God says. Duivels doen niet wat God zegt. Devils are destined to hell. Duivels zijn bestemd voor de hel. Hell is prepared for Satan and his angels. Want de hel is bereid, is klaargemaakt voor Satan met zijn engelen. Everybody who can say there is a God. Iedereen kan zeggen er is een God. And apostles put them on their Facebook. Apostelen zetten dingen op hun Facebook. Worldly men. Wereldse mensen. Who quote a little God. Die iets van God opzeggen. And then live another life. Maar iets heel anders leven. I would never do that. Dat doe ik niet. The Bible shows me. De Bijbel laat mij zien. Come out from among them. Ga uit hun midden weg. Be ye separate, saith the Lord. Je moet afgezonderd zijn, zegt de Heer. Touch not the unclean thing. Raak die onreine dingen niet aan. Get away from it. Ga erbij vandaan. Separate yourself. Je moet je afzonderen. From the worldly. Van de wereldse dingen. Have nothing to do with them. Heb je niks mee te maken. Just convict them of their sin.
Je moet wel hun overtuigen van hun zonde. Let your life, Paul says. Paulus zegt, laat jouw leven. Be so in contrast. Zo'n contrast zijn. To the wicked. Met dat van de goddelozen. That your life may convict them of their sin. Dat zij door jouw leven overtuigd worden van zonde. Expose it. En daardoor komt die zonde aan het licht. By your lifestyle. Door jouw levensstijl. How many Christians do that? Hoeveel christenen doen dat? I have to correct certain people. Ik moet bepaalde mensen corrigeren. What I see on their Facebook. Wat ik zie op Facebook. Because they ask me, what do I think about it? Want ze vragen mij, hey, wat vind je ervan? And I blow it up. En dan blaas ik de boel op. I don't care who the names are of the actors. Kan me niet schelen welke acteurs dat zijn. They have money enough. Ze hebben geld zat. To love, to give the whole world. Om aan de hele wereld te geven. Let them repent. Ze moeten zich bekeren. And be baptized. En zich laten dopen. And get full of God. En vol van God worden. And then they are Christians. Dan zijn ze christen. I mean what I'm talking about. Ik meen wat ik zeg. And you may never want to preach like this. En misschien wil jij nooit zo preken. God didn't tell you to do it. Don't ever do it. He? Als God dat niet gezegd heeft dat je het zo moet doen, niet zo moet doen, dan moet je dat ook niet doen. But if you please people. Maar als jij mensen naar de mond gaat praten, you are joining them. Dan doe je met ze mee. The Bible says this about Jesus. De Bijbel zegt het volgende over Jezus. I hope you people can follow this. Ik hoop dat je het kan volgen. In John 7:7. In Johannes 7, vers 7. This is what Jesus said about his life. Zegt Jezus dit over zijn leven. He told his brothers. Hij zei tegen zijn broers. His brethren. Zijn broeders. He said the world cannot hate you. Hij zegt de wereld kan jullie niet haten. But it hates me. Maar mij haat ze. Because I testify. Omdat ik van hun getuig. To the world. Aan de wereld. Of their wicked ways. Van hun goddeloze wegen. You hear that? Mm-hmm. Did you hear me? Heb je dat gehoord? That's what we got to live. Dat moeten wij ook leven. Make the devil so mad with our lifestyle. De duivel zo boos maken door onze levensstijl. That he is looking for something and he cannot find it. Dat hij iets zoekt bij ons, maar hij kan het niet vinden. When I read Jesus' life. Als ik lees over het leven van Jezus. And his holiness. En zijn heiligheid. I realize. Dan besef ik. How unlike him I am. Hoe verre ik nog van op hem lijk. Because when I read about him. Want als ik over hem lees. In John 14, 30 and 31. In Johannes 14, vers 30 en 31. He told his disciples. Hij zei tegen zijn discipelen. The prince of this world is coming. De overste van deze wereld komt. But he has nothing in me. Maar hij kan niks in mij vinden. Hij heeft geen vat op mij. That the world may know. Opdat de wereld zal weten. How much I love my father. Hoe ik mijn vader lief heb. And I obey his commandments. En ik gehoorzaam ben aan zijn geboden. Do you want that? Wil jij dat ook? I'm crying for it to happen in my life. Daar schreeuw ik om in mijn, dat dat gebeurt in mijn leven. If that money cannot buy that. Dat is niet met geld te koop. It's your surrender. Het heeft te maken met jouw overgave. And your faith. En je geloof. In his holiness. In zijn heiligheid. And you know. En je weet. That he wants his church to be holy like that. Dat hij wil dat zijn gemeente ook zo heilig is. Oh God help me. I am speaking today on God's faithfulness again. Ik heb het vandaag weer over hoe betrouwbaar God is. How am I going to be able to finish this thing? Hoe kan ik dit ooit af me krijgen? The faithfulness of God. De betrouwbaarheid van God. God's faithfulness. De betrouwbaarheid van God. Is proven in the Bible. Wordt bewezen in de Bijbel. That is unchangeable. Dat hij onveranderlijk is. God's word. Gods woord. Can never change. Kan nooit veranderen. I don't care if you're facing death. Het kan me niet schelen als jij op het punt staat te sterven. Death has been swallowed up by Christ. Want de dood is verzwolgen door Christus. Death has been swallowed up. Is helemaal opgeslokt door Christus. He abolished death. Hij heeft de dood namelijk vernietigd. I don't care if you have a sickness. Het maakt niet uit of jij een ziekte hebt. That is not healed yet. Die nog niet genezen is. God is still a healer. God is nog steeds. Hij blijft genezer. I don't care. Het maakt niet uit. What you're going through. Waar je nu doorheen gaat. You got to look at God today.
Jij moet vandaag ook op God zien. As the faithful God. Als die betrouwbare God. Totally loyal. Die zo te vertrouwen is. His word can never change. That's what I want to talk about. Zijn woord kan nooit veranderen en daar wil ik het over hebben. Let me go quickly to Matthew 5. Come. Kijk maar in Matthäus 5. Hans went so long already and I got to go long again. Come, but these people are going to get tired. Come, Matthew 5. Come. Matthew 5, quickly answer please. Matthäus 5. Jesus Christ fulfills the law and the prophets. Jezus Christus vervult de wet en de profeten. Joseph Prince, you talk more about that one. Joseph Prince zou daar meer over moeten spreken. Mm-hmm. Don't think that I came to destroy the law and the prophets. What verse are you reading? Matthew 5, 17 all the way to 20, I'm going to read. Vers 17 tot 20. I got to move fast. Don't think Jesus said that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Denk niet, zegt Jezus, dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Everybody read verse 18 out loud, please help me. Met z'n allen vers 18. 1, 2, ja. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat alles geschied is. Let it sink. Laat maar even zakken. 19th verse. Vers 19. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments of mine and teaches other people them, shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft of ze afzwakt en de mensen zo ook nog eens onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. 20th verse, everybody read it out loud please. 20 weer allemaal. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. And I want to punch the devil again with verse 17. En ik wil de duivel weer even flink raken met vers 17. I'm reading it in the famous Amplified Bible. Ik zal het lezen uit die beroemde Amplified Bible. Don't think that I come to do away with or undo the law or prophets. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen of ze te vernietigen. I have not come to do away or undo, but complete them and fulfill them. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen en ze te niet te doen, maar te vervullen en ze compleet te maken. Why am I preaching this? Waarom preek ik dit? Because of the lies of the devil. Om de leugens van de duivel. Introduced even by preachers. Die ook door predikers wordt geïntroduceerd. Who eliminate the old covenant completely. Die het Oude Testament volkomen wegschuiven. Who are using certain Bible passages for money and other things and then throw away the next when it convicts them of their sins. Ze gebruiken bepaalde delen wel als ze daar beter van kunnen worden en als het ze geld oplevert. En andere dingen waar ze door overtuigd worden, die doen ze gewoon alsof het niks meer is. Die doen ze weg. Ja. Yeah. Did you hear that? Ja. Yeah. God is unchangeable. God is onveranderlijk. His word. Zijn woord. Never changes. Verandert nooit. If God doesn't change, his word cannot change. Als God niet verandert, kan zijn woord ook niet veranderen. And that's why Christ rises up. En daarom staat Christus op. In this sermon on the mount. In deze preek hier op de berg. In Matthew 5, 17. In Matthäus 5, vers 17. He said, don't you dare. Heb het hart niet, zegt hij. Don't even think about it. Denk het niet eens. That I came here. Dat ik hier gekomen ben. To destroy the laws of God. De wetten van God te vernietigen. Or the prophets. Of de profeten. Don't you dare think about it, he said. Het hart niet, dat moet je niet denken. Don't even think about it. Denk het niet eens. I came here. Ik ben hier gekomen. To fulfill them. Om ze te vervullen. And complete them. En ze compleet te maken. God's word. Gods woord. Can never change. Kan nooit veranderen. I got to shout in this crazy atmosphere. Ik moet wel schreeuwen in deze atmosfeer. Because a lot of people preach away the old covenant. Veel mensen preken het Oude Testament weg. They use the prophet Malachiah. Ze gebruiken wel de profeet Malachi. To get the tithe. Om de tiende te bekrijgen. To get money. Om geld te krijgen.
But when it goes to other areas, maar als het op andere gebieden aankomt, of not drinking wine, waar je geen wijn moet drinken, and beer, en bier, and that Aaron's sons dropped dead when they drank. En dat Aaron's zonen dood neervielen toen ze wel dronken. I believe they dropped dead because they were drunk. Ik denk dat ze dood neervielen omdat ze dronken waren. Because when you intoxicate yourself with wine and alcohol. Wanneer jij je vergiftigt, jezelf vergiftigt met wijn en alcohol. You are polluting your mind. Hè, dan maak je toch je hele gedachten wazig. And then you bring strange worship to God. En dan kom je met vreemde aanbidding voor God. I believe that's why Nadab and Abihu. Ik geloof dat dat de reden is waarom Nadab en Abihu died in the presence of God. Stierven in de aanwezigheid van God. Because they were intoxicated. Omdat ze vergiftigd waren. And then they went in the flesh. En toen gingen ze in het vlees. And bring strange fire to God. En kwamen met vreemd vuur bij God. And they dropped dead. En ze vielen dood neer. Sons of Aaron. Zonen van Aaron. Aaron was crying almost. Aaron huilde bijna. Moses had to tell him, quit the crying. En Moses zei tegen hem, stop met janken. Didn't God say? Heeft God niet gezegd that everybody who comes to me, dat een ieder die tot mij nadert, I must be sanctified, dat ik geheiligd moet worden? Preachers who drink alcohol, predikers die alcohol drinken, and wine, en wijn, and strong drink, sterke drank, and preach, en gaan preken, shame on you! Je moet je schamen. Shame on you! Je moet je schamen. I said, shame on you. Ik zei, schaam je. Drinking alcohol is a sin. Alcohol drinken is zonde. It's a sin. Het is zonde. And it's also a sin. Not to be filled with the Spirit of God. Het is ook een zonde niet vervuld te worden met de Heilige Geest. Ephesians 5:18 says. Efeze 5 vers 18 zegt. Be not drunk with wine. Hè, word niet dronken van de wijn. Wherein there is dissipation. Hè, want daarin is losbandigheid. That's a sin. Dat is een zonde. But it's also a sin. Maar het is ook een zonde. Be filled with the Spirit. Word vervuld met de Geest. If you're not filled with the Spirit, als je niet vervuld wordt met de Geest, it's also a sin. Is ook zonde. That's in the same verse. Dat is in hetzelfde vers. Are you people reading your Bibles or you want me to open up and give you milk here? Ja, hè? Zijn jullie hier? Zijn jullie er wel? Of wil do you want me to give you milk or what? Moet ik je melk geven? It's a sin. Het is een zonde. I feel the atmosphere again. Ik voel de atmosfeer weer. You preacher who drink wine. Jullie predikers die wel wijn drinken. And beer. En bier. And your bottle. En je borrel. Shame on you. Je moet je schamen. To go and stand and preach God's word like that. Dat je op die manier Gods woord staat te preken. If the Spirit of God is not in you. Als de Geest van God niet in je is. And you put alcohol in it. En je stopt er alcohol in. You're dead. Ben je dood. Spiritually dead. He, je bent geestelijk dood. Nobody wants to say nothing. Niemand wil nog iets zeggen. When you look at Jesus. Als je kijkt naar Jezus. And he says here in Matthew 5. En hij zegt hier in Matthäus 5. Don't even think about it. Denk er niet eens aan. That I come here to destroy the law. Dat ik hier gekomen ben om de wet teniet te doen. Or the prophets. Of de profeten. That shows me something about God. Dat laat mij iets zien over God. How faithful he is. Hoe betrouwbaar with hij is. With his unchangeable word. Er staan mensen te luisteren, zo. Be careful. Where are they? Invite them inside. No, they're checking for the noise. Oh, they're checking for the noise. Okay. So I mean I got to slow down again. Hallelujah. So I mean I got to slow down. Yeah. Ik doe mijn best. They have no business to get stored over there. The sound is going over there. Ay, ay, ay. May the Lord help me. Pray for me. Hallelujah. But I cannot whisper so much. Hallelujah. Pray for me. Are you praying for me? You're getting panicked because of the people? Je hoeft niet in paniek te raken. Maar God will help us. God helpt ons. He will help me. Called conviction. Heet overtuiging. I have never caught God in a lie. Ik heb God nog nooit op een leugen betrapt. I feel the hindrance to get this message Halleluja. Out.
God's word. Gods woord is the same. Is dezelfde. From Genesis to Revelation. Van Genesis tot Openbaring. I have quoted before. Translate, ja, ik please. Heb al eerder geciteerd. Psalm 119. Psalm 119. 160. Vers 160. It says this. Daar staat. Thy word is true. Uw woord is waarachtig. From the beginning. Vanaf het begin. And every one of your righteous judgments. En elk van uw rechtvaardige verordeningen. Endures forever. Zijn voor eeuwig. Did you hear that? Heb je dat gehoord? From Genesis 1:1. Van Genesis 1 vers 1. Until the last book of Revelation. Tot het laatste hoofdstuk van Openbaring. That Bible stands up through. Staat de Bijbel rechtop en is waarheid. Thy word is true. Uw woord is waarachtig. From the beginning. Vanaf het begin. And every one of your righteous judgments. En elk van uw rechtvaardige verordeningen. Endures forever. Zijn voor eeuwig. I feel to say this. Dit wil ik even zeggen. After I attack wine and alcohol so strong in this church and you still drink, you are endangering yourself. Als nadat ik wijn en alcohol zo sterk heb aangepakt vandaag en jij gaat hierna de samenkomst nog steeds drinken, dat is wel raar. And if you agree with the preachers who drink it? En als je het mee eens bent met de predikers die wel drinken? Then you got a problem. Dan heb je een probleem. Yeah. Nobody says nothing now. Niemand zegt nog iets. I'm attacking every sin. Ik val elke zonde aan. Especially when it attacks God. Vooral wanneer God daarmee aangevallen Because wordt. God is faithful. Want God is getrouw. In every area we can depend on him. Op elk gebied waarin we op hem kunnen vertrouwen. Get ready because more plagues are coming. Maak je maar klaar, want er komen nog veel meer plagen. More plagues are coming. Er komen nog veel meer plagen. Get ready for you to be faithful to God until death. Zorg ervoor dat jij klaar bent en trouw bent tot aan God tot in de dood. Because faithfulness to God must be unto death. Want je moet trouw zijn aan God tot in de dood. Like the church of Smyrna was. Zoals de gemeente van Smyrna. Although they were in prison. Hoewel ze in de gevangenschap waren. The devil attacked them. De duivel viel hen aan. They were called poor. Ze werden arm genoemd. Jesus said, "You're rich." Maar Jezus zei, nee, jullie zijn rijk. And Jesus said. Jezus zei. Be faithful. Wees trouw. Unto death. Tot in de dood. And I will give you the crown of life. Dan zal ik jullie de kroon van het leven geven. He that overcomes. Wie overwint. Shall not be hurt. Zal geen schade lijden. By the second death. Aan de tweede dood. That shows me we better make sure we run until the end with faithfulness. Dat laten wij mij zien dat wij moeten doorrennen tot het einde en trouw moeten blijven. So we can escape the second death. Zodat wij ontkomen aan die tweede dood. The second death. De tweede dood. Is hellfire. Is dat hellevuur. Is the lake of fire. Is de poel van vuur. We got to escape it. Dan moeten wij aanzien te ontkomen. By faithfulness to God. Door trouw te blijven aan God. You know, our unbelief. Ons ongeloof. Can never stop God. Houdt God niet tegen hoor. The Bible says clearly. De Bijbel zegt duidelijk. What if some should not believe? Wat als sommigen niet geloven? Would their unbelief make the power of God to no effect? Zal door hun ongeloof de kracht van God zonder effect blijken te zijn? God said no. God zegt nee hoor. Let God be true. Laat God waarachtig zijn. And every man be a liar. En ieder mens leugenachtig. That's Romans 3. Romeinen 3. 3 and 4. Vers 3 en 4. That's the way I preach. Zo preek ik. Then we read in 2 Timothy 2. Dan lezen we in 2 Timotheus 2. Verse 12. Vers 12. I think it's verse 12 or 13. Even if we don't believe. Ook als wij niet geloven. Even if we put so much unbelief in our hearts. Zelfs als wij zoveel ongeloof in ons hart toelaten. God will be faithful. Blijft God getrouw. For God can never ever deny himself. Want God kan zichzelf niet verloochenen. Vers 13. I heard. Ik hoorde. Joseph Prince say. Jozef Prins zeggen. That Jesus lived in the law. Dat Jezus leefde in de wet. And we don't have no law anymore. En wij hebben geen wet meer. We have the New Testament. Wij hebben het Nieuwe Testament. He spoke about Jesus like that. Hij sprak zo over Jezus. Yes, I said it. Ja, ik heb het gezegd.
So let's examine the scriptures. Dus laten we gewoon kijken naar wat de schrift zegt. Let's examine the scriptures. Laten we de schrift onderzoeken. Go with me to Galatians 4. Kijk maar in Galaten 4. Number 4, quickly. Vers 4. Jesus came to fulfill. Jezus is gekomen om te vervullen. The law and the prophets. De wet en de profeten. He even obeyed them. Hij was er ook gehoorzaam aan. He obeyed the commands of the law. Hij was gehoorzaam aan de geboden van de wet. For he himself was made under the law. Want hij zelf werd gemaakt onder de wet. Galatians 4, number 4. Galaten 4, vers 4. Oh God, help me. But when the fullness of time had come. Toen de volheid van de tijd gekomen was. God sent for his son. Zond God zijn zoon uit. Born of a woman. Geboren uit een vrouw. Born under the law. Geboren onder de wet. Jesus was born under the law. Jezus is geboren onder de wet. He wasn't born under the New Testament. Hij is niet geboren onder het Nieuwe Testament. He was born under the law. Hij is geboren onder de wet. That's the message. Dat is de boodschap. Keep listening. Luister maar. Then Luke 2. Lucas 2. Verse 22 to 24. Come, let's go. Vers 22 tot 24. God is so faithful. God is zo trouw. To his promises. Aan zijn beloften. All his promises. Al zijn beloften. Are irrevocable. Hè, zijn onomkeerbaar. Unchangeable. Onveranderlijk. God is unchanging. God is onveranderlijk. God's word does not change. Gods woord verandert niet. It is the faithful word. Het is het betrouwbare woord. All the books of it. Alle boeken van de Bijbel. All the law. All the prophets. Alle wetten. Alle profeten. Nothing has been taken away. Er is niks van afgedaan. They have been fulfilled. Ze zijn vervuld. Luke 2. Lucas 2. 22 to 24. Vers 22 tot 24. Jesus in all respect yielded obedience to the law. Jezus had respect voor heel de wet. It says here. Now when the days of Mary's purification according to the law of Moses were completed. Toen de dagen van Maria van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren. They brought Jesus to Jerusalem to present him to the Lord. Brachten ze Jezus naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Isn't that why we dedicate babies? Is dat niet waarom wij baby's opdragen? Why do we dedicate babies? Waarom dragen we baby's op? We want to imitate Jesus. We willen Jezus toch nadoen? We don't want the baby to be baptized, a baby baptized under water. Wil niet dat een baby onder water gedoopt wordt? Which people do nowadays. Wat mensen tegenwoordig doen. It's not only the Catholics sprinkling the water on the head. Het zijn niet alleen de katholieken die een beetje water op hun hoofd sprenkelen. Today they put a baby under water to say we are baptizing the baby. Vandaag stoppen ze ook de baby's onder water. Hey, are you listening to me? Why do we bring our babies to God? Waarom brengen wij onze baby's voor God? Because it's biblical. Omdat dat Bijbels is. We want to imitate Jesus. We willen Jezus navolgen. Well, Jesus did it under the law. Bij Jezus gebeurde dat volgens de wet. Verse 23 says. In 23 staat. As it is written in the law of the Lord. Zoals geschreven staat in de wet van de Heer. Every male who opens the womb shall be called holy to the Lord. Al wat mannelijk de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. Verse 24. Vers 24. And to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord. En om een offer pair of turtle doves and two pigeons. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Do you know what that means? Weet je wat dit betekent? That Jesus took the lowest place. Dat Jezus de minste plaats innam. The poorest place. De armste plaats. He'd bring turtle dove and pigeons. Ze kwamen met hem met duiven. He was identifying with poverty. Hij kon zich identificeren met de armoede. He became poor. Hij is arm geworden. He had everything. Hij had alles. He was creator of everything. Hij was de schepper van alles. Filled with all the glory of God before the foundations of the world. Vol van heel de heerlijkheid van God al voor de grondlegging van de wereld. And he chose to take poverty upon himself. Hij koos ervoor die armoede op zich te nemen. To make man rich. Om mensen rijk te maken. And Paul went and imitated him. En Paulus imiteerde hem. Nobody says nothing, you see? We got to
study the Bible properly. We moeten de Bijbel goed bestuderen. We have to really look into the faithful word of God. Wij moeten echt in dat betrouwbare woord van God kijken. Because if we're going to build a strong church, als we sterke gemeenten willen bouwen, I think we must grow and acknowledge the faithfulness of God. Denk ik dat wij moeten groeien en erkennen hoe betrouwbaar God is. We got to see his promises. We moeten zijn beloften zien. That they are unchanging. Dat die onveranderlijk zijn. We got to see the word. We moeten het woord zien. That it can never change. Dat dat nooit kan veranderen. No man can touch it. Geen mens kan eraan komen. No matter how known they are in the world. Hoe bekend ze ook zijn in de wereld. No matter how many miracles they did. Hoeveel wonderen ze ook gedaan hebben. They cannot touch the Bible. Ze kunnen niet de Bijbel gaan veranderen. Leave it alone. Blijf er vanaf. Don't tamper with the word. Je moet het woord van God niet veranderen. Don't tamper with it. Je moet er vanaf blijven. Beware of those who want to change the word. Pas op voor degenen die het woord willen veranderen. You get deceived. Want dan word je misleid. Because the devil is a counterfeiter. De duivel is een naaper. He's a liar. Hij is een leugenaar. From the beginning. Vanaf het begin. Don't think. Denk niet. That I've come to put away the law and the prophets. Dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. I came to fulfill them. Ik ben gekomen om ze te vervullen. Look how Jesus honored his parents. Kijk hoe Jezus zijn ouders eerde. Luke 2, 51 and 52. Come. Lucas 2, vers 51 en 52. He honored his parents. Hij eerde zijn ouders. Where did that come from? Waar kwam dat vandaan? He was obeying the Ten Commandments. Hij was gehoorzaam aan de 10 geboden. And all the Ten Commandments. En alle 10 geboden. Are fulfilled in the New Testament. Zijn vervuld in het Nieuwe Testament. God said, honor your parents in the Ten Commandments. God zei in de 10 geboden, je moet je ouders eren. Obey your parents in the Lord. Je moet gehoorzamen aan je ouders in de Heer. For that's the first commandment with a promise. Want dat is het eerste gebod met een belofte. That it may be well with you. Dat het goed met je gaat. And that you may have long life on this earth. En dat je een lang leven krijgt op aarde. He brings that back in Ephesians 6. Dat brengt hij weer terug in Efeze 6. Verse 1 and 2. Vers 1 en 2. You know what is sad? Weet je wat triest is? In the Old Testament. In het Oude Testament. There are scriptures. Er zijn schriftgedeelten. Where children did wrong things to their parents, they died. Als kinderen iets verkeerd deden tegenover hun ouders, dat ze hun ouders kwaad gedaan hebben, dan stierven ze. They died. Dan werden ze gedood. That the fear of God can spread over the congregation. Opdat de vrees voor God in de hele gemeente kwam. Why do you think? Waarom denk je? That Paul repeats that commandment in the Old Testament. Dat Paul in het Paul nieuwe. Repeats it in Ephesians 6. That's the New Testament. Paul repeats the old covenant in Ephesians 6. Ja. Paulus herhaalt het Oude Testament in het Nieuwe Testament, in Efeze 6. God said in the Ten Commandments, honor your father and mother. God zei in het Oude Testament, in de 10 geboden, je moet je vader en moeder eren. Paul comes and fulfills it. Paulus komt en hij vervult het. Honor your parents. Eer je ouders. In the Lord. In de Heer. Of course they have to be in the Lord. Ze moeten wel in de Heer zijn. Obey natuurlijk. Your parents. Je moet je ouders gehoorzamen. In the Lord. In de Heer. For this is the first commandment. Want dit is het eerste gebod. With a promise. Met een belofte. That you may have long life. Dat je lang leven hebt. In the earth. Op aarde. So why do we split up the Bible? Waarom splitsen wij de Bijbel? I am here today. Ik ben hier vandaag. Whether you like it or not. Of je het nou fijn vindt of niet. Whether you love this message or not. Of je van de boodschap houdt of niet. We got to declare the faithful word of God. Wij moeten het betrouwbare woord van God verkondigen. We got to trust his word. We moeten vertrouwen op zijn woord. In his faithfulness. In hoe trouw God is. In his promises of the word. Wat betreft de beloften van zijn woord. Which are unchangeable. Want die zijn onveranderlijk. Don't get distracted now and later you say I didn't hear you, pastor. Laat je niet afleiden en laten zeggen, pastor, ik heb je niet gehoord. You didn't hear the word now. Dat woord heb ik niet Luke gehoord. Luke 2:51 and 52. Lucas 2, vers 51 en 52. Then he went down with his parents to Nazareth. Toen ging hij met zijn ouders mee naar Nazareth. And was subject to them. En was hun onderdanig. He obeyed the parents. Hij was gehoorzaam aan zijn ouders. He submitted. Hij onderwierp zich. To his father and mother. Aan zijn vader en moeder. Although he was God in the flesh. Ook al was hij God in het vlees. Nobody says nothing. Can you imagine this? Kun je je voorstellen? Three days they didn't see him.
Drie dagen hadden ze hem niet gezien. They were traveling, they lost him. He, ze waren op reis en ze waren hem kwijt. He was way in the temple. Hij was helemaal in de tempel. In the house of his father. In het huis van zijn vader. About his father's business. Bezig met zijn de dingen van zijn vader. Displaying wisdom. Hij betoonde wijsheid. Among all the wise men. Bij al die wijze mannen. And they were shocked. En ze waren helemaal gechoqueerd. At his wisdom. Over hoeveel wijsheid hij and had. Then he appears to his parents. Dan komt hij bij zijn ouders. The mother said, "What were you? Where were you?" De moeder zei, waar was je toch? He said, "Don't you know?" Hij zei, weet u dan niet? Where I have to be? Waar ik moet zijn. I have to be in my father's house. Ik moet in mijn vaders huis zijn. About my father's business. Bezig zijn met de dingen van mijn vader. And still the Bible says, en toch, zegt de Bijbel. He obeys the law. Was hij gehoorzaam aan de wet. The Ten Commandments. De 10 geboden. It says here, en dan staat er, he went down with them, hij ging met hen mee, came to Nazareth, kwam in Nazareth, was subject to them, en was hun onderdanig. But his mother Mary, maar zijn moeder Maria, kept all these things in her heart, bewaarde al deze dingen in haar hart. He was subject to them, was hun onderdanig. Submissive, onderdanig. Where did he get that from? Hoe kwam die daarbij? The law, uit de wet. He obeyed the law. Hij was gehoorzaam aan de wet. The Ten Commandments. De 10 geboden. Obey your parents. Wees gehoorzaam aan je ouders. Honor them. Eer hen. With all your heart. Met heel je hart. That it may be well with you, Jesus. Opdat het goed met je gaat, Jezus. That you may have long life. Dat je lang leven hebt. Jesus. Jezus. Jesus had to obey. Jezus moest gehoorzamen. He obeyed always. Hij was altijd gehoorzaam. He submitted always. Onderwierp zich altijd. To his father. Aan zijn vader. In every area. Op elk gebied. Here we are. Daar komen wij. And we want to pick and choose in this Bible. Wij willen alleen uit de Bijbel halen wat ons uitkomt. What we want to do. Wat we wel of niet willen doen. Some of you even read the Bible like that. Sommigen van jullie lezen ook de Bijbel zo. You open and read what you like. Ja, opent hè. Je kijkt alleen naar wat je fijn vindt. And what is convicting you, you turn the page. En waar je door overtuigd wordt, draai je gauw de bladzij om. Ja. And you say, this I can find myself in this book here. En dan zeg je, hier kan ik mezelf in vinden. Yeah, I can hier kan ik me wel in vinden. I can find myself in the Psalms. Ik kan mezelf wel vinden in de Psalmen. And the Proverb. En de Spreuken. But don't ask me to read more than that. Maar je vraagt niet of ik meer dan dat wil then lezen. You'll be a baby. Dan blijf je baby. You never grow like that. Op die manier groei je niet. You'll never understand God like that. Op die manier zul je God ook nooit leren begrijpen. You'll never want to obey him like that. Zo zul je hem ook nooit willen gehoorzamen. Nobody wants this kind of preaching. Look at their faces out there. My goodness. Huh? When you go to the Bible. Als je naar de Bijbel gaat. And you choose what you like. Je kiest alleen maar uit wat je fijn which vindt. Which some of you do. Sommigen van jullie doen dat. Some of you do that. Sommigen van jullie doen dat. If it's not you. En als jij het niet bent. Who the cap fits it, let them wear it. Wie de schoen past, trek hem aan. I've learned. Ik heb geleerd. That the word of God. Dat het woord van God. Is a knife. Een mes is. Of circumcision. Van besnijdenis. Cutting away. Er wordt weggesneden. Not only sin. Niet alleen zonde. But cutting away. All our reproaches. Al onze schande. That we carry from the world into the Christian life. Die we vanuit de wereld meenemen naar het christenleven. God knows exactly where to cut you. God weet precies waar hij jou moet snijden. He knows exactly where to cut you. Hij weet precies waar hij jou moet snijden. With his knife of circumcision. Met zijn mes van besnijdenis. Are you going to submit? Ga jij je onderwerpen? To the cutting of that knife. Aan het snijden van dat mes? Nobody says nothing. Niemand zegt iets. He wants to roll away every reproach off of our lives. Hij wil alle schande juist van ons leven wegrollen. Everything we brought into our Christian life that is not God. Alles wat we meegebracht hebben in ons christenleven en wat niet van God is. Every bitterness. Alle bitterheid. Every hurt. Alle pijn. Everything of the past. Alles uit het verleden. Every unforgiveness. Elke onvergevingsgezindheid. Envy and jealousy. Afgunst en jaloersheid. The works of the flesh. De werken van het vlees. He said, let me
cut you. Hij zei, laat me je snijden. Let me cut it away. Laat me het wegsnijden. Because you seem happy on the outside. Want aan de buitenkant lijk je wel gelukkig. You sing your praises. Je zingt je lofzangen. You sing your gospel songs. Je zingt je liedjes, je gospelliedjes. You go to your gospel concert. Je gaat naar je gospelconcerten. And you dance. En je danst wel. But deep inside. Maar diep van binnen. God will say. Zegt God. I see things I want to cut. Ik zie dingen die ik wil wegsnijden. You brought them into your Christian life. Die heb je meegebracht in je christenleven. Like the people of Israel. Zoals het volk Israël ook deed. They left Egypt. Ze verlieten Egypte wel. But a lot of attitudes of Egypt was still in them. Maar er waren een heleboel eigenschappen die ze in Egypte hadden, die ze meenamen. Until God raised up Joshua. Totdat God kwam met een Jozua. To circumcise the second generation again. Om de tweede generatie opnieuw te besnijden. He said, Joshua! Hij zei, Jozua, make the sharp knives. Maak scherpe messen. Everybody drop their pants. Allemaal je broek laten zakken. I know a church in Dordrecht. Ik weet een kerk in Dordrecht. They were all about Jews. We are Jews. Ze waren allemaal Joden, hè? En ze waren ineens allemaal Jood. They want to celebrate the Shabbat. En ze willen de Shabbat vieren. With the candles and. En met de kaarsen. And the hoedje erbij. Hè? En het keppeltje. Everything was Israel. Alles was Israël. Pascha. Pesach. Shabbat. And we are Jews. We found out we are Jews. En wij zijn Joden. We hebben ontdekt dat we Jood zijn. We went to Israel and we found out I'm a Jew. We zijn naar Israël geweest. Nou, ik ben ook Jood. So I told them I'm a Jew also. En ik zei tegen ze, ik ben ook Jood. You're a Jew? Ben jij een Jood? Serious for that? Serieus? I said, read your Bible. Ik zei, lees je Bijbel. Romans 2, 28 and 29. Romeinen 2, vers 28 en 29. For he is not a Jew, which is one outwardly in the flesh. Want niet hij is een Jood die het aan de buitenkant is, uiterlijk in het vlees. But he is a Jew. Maar hij is een Jood. Which has his heart has been circumcised. Wiens hart besneden is. By the blood of Jesus. Door het bloed van Jezus. He is a Jew inwardly. Die is innerlijk een Jood. They had their flags. Ze hadden hun vlaggen. Pray for Israel. Bidden voor Israël. I almost feel guilty because I didn't pray that day for Israel. Ik voelde me bijna schuldig, want precies die dag had ik niet voor Israël gebeden. And then I have to be a Jew. En ik moet nou Jood zijn. And later they want to talk Hebrew. En later willen ze in het Hebreeuws gaan praten. You know, all the Hebrew names of God. We moeten ineens alle Hebreeuwse namen van God kennen. They tell you, don't use Jesus no more. En ze zeggen, je mag niet meer Jezus zeggen. It's only Yeshua. Yeshua. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Like I didn't know that. Alsof ik dat niet wist. I studied all the names of God for years. Ik heb alle namen van God bestudeerd. It's not about hearing about it. Het heeft er niks mee te maken dat je it's erover hoort. It touching your life. Maar wordt je leven daardoor ook geraakt? Jesus said, Jezus zei in, John 17, 6, in Johannes 17, vers 6. Father, I manifested your name. Vader, ik heb uw naam geopenbaard. To those who you have given me. Aan hen die u mij gegeven hebt. Out of the world. Komma, uit de wereld. The names of God. De namen van God. You can quote it all in the Hebrew and Greek if you want. Je mag ze allemaal op een rijtje opzeggen in het Grieks en in het Hebreeuws. You can hang them all over your church building. Je kan ze in je hele kerkgebouw ophangen. One thing you got to know. Eén ding moet je weten. You got to be completely out of the world. Je moet compleet uit de wereld zijn. To experience the power. Om de kracht te ondervinden. Of the name of God. Van de naam van God. On your life. In jouw leven. Mm-hmm. So they wanted to be Jews. Dus ze wilden Jood zijn. And everything was Jewish. Alles was Jood. Until the circumcision came. Tot de besnijdenis aan bod kwam. That they didn't want to do. Dat wilden ze niet. Because then they find a way in the Bible. Want dan vinden ze wel ergens in de Bijbel iets. To throw it away. Hè, om het weg te doen. And I know. En ik weet. That we should not be circumcised physically for salvation. Dat wij niet lichamelijk besneden hoeven te worden om gered te worden. That's not the thing. Dat is het niet. But the circumcision. Maar de besnijdenis. Is fulfilled in the New Testament. Is vervuld in het volgemaakt in het Nieuwe Testament. Colossians 2:11. Colossense 2 vers 11. Romans 2, 28 and 29. Romeinen 2, vers 28 en 29. We get circumcised. Wij worden besneden. Not with the hands of man. Niet door de hand van mensen. But our circumcision in the new. Maar onze besnijdenis in het nieuwe. Is to eliminate. Is om. All sin in our lives. Alle zonde
uit ons leven weg te halen. Colossians 2:11. Colossense 2 vers 11. Romans 2:28-29. Romeinen 2 vers 28 en 29. I said that already. Ja. Are you people listening to me? Do you get something from this? Haal je er iets uit? If Jesus obeyed the law. Als Jezus gehoorzaam was aan de wet. Why do preachers speak against even Jesus? Waarom spreken predikers dan zelfs Jezus and tegen? And they say Jesus lived in the law. Ja, Jezus leefde in de wet. And we are free from the law today. Maar wij zijn vrij van de wet. Wij hoeven niet te leven in de wet. That's why so much sin is rampant in many people's lives. Daarom is er zo ontzettend veel zonde bij heel veel mensen. I wonder if I can finish this message today. But look at Luke 4:16. Lucas 4, vers 16. Jesus sanctified the Sabbath. Jezus heiligde de Sabbat. He went to the synagogue. Hij ging naar de synagoge. Luke 4:16. Come, let's read. Lucas 4, vers 16. Read it, please. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. Jesus went to the synagogue. Jezus ging naar de synagoge. Every Sabbath. Elke Sabbat. No excuse. Geen excuus. To stay away from the house of God. Om van het huis van God weg te blijven. He was disciplined. Hij was gedisciplineerd. He was addicted. Hij was verslaafd. Obedient. Gehoorzaam. Submissive. Onderdanig. To go to the synagogue. En ging naar de synagoge. He was God. Hij was God. But he had to go. Maar hij moest wel gaan. Today you see people flipping around in church. Vandaag zie je mensen van alles doen in de kerk. They run from one church to the next. Ze gaan van de ene kerk naar de andere. They don't live disciplined lives. Ze hebben geen gedisciplineerd leven. They show up when they want. Ze komen opdagen als ze er zin in hebben. Like they do the pastor a favor. Alsof ze de pastor een dienst bewijzen. Jesus. Jezus. Grew up going to the house of God. Toen hij opgroeide, ging hij naar het huis van God. Born without sin. Geboren zonder zonde. God in the flesh. God in het vlees. And he had to go. Hij moest gaan. To read. Om te lezen. The law. De wet. He read the prophets. Hij las de profeten. He read the scriptures. Hij las de schrift. He had to fill his mind. Hij moest zijn gedachten vullen. And his heart. En zijn hart. With the law and the prophets. Met de wet en de profeten. Are you listening to me? And why do we do less than that? Waarom doen wij minder dan dat? Why do we put it? Oh, Jesus did it all. Waarom zeggen wij, oh, Jezus heeft alles al gedaan. It is finished. Het is volbracht. He gave us life and life more abundant. Hij heeft ons leven gegeven en overvloed. Let's lean back. Laten we achterover hangen. In grace. In genade. And we open the Bible when we feel like it. En we doen alleen de Bijbel open als het toevallig uitkomt. And we read what we want in it. En we lezen erin wat we willen. And we go so far. We gaan zelf zo ver. To choose the preachers that we want. Dat we de predikers uitkiezen die we willen. Don't say amen. Zeg maar geen amen. Just say ouch. Oei, oei, oei. We choose the speakers that we like. We kiezen de predikers die we fijn vinden. A lot of people do that. Veel mensen doen dat. They seek the famous ones. Ze zoeken de beroemde. Who wrote so many books. Die heel veel boeken hebben geschreven. That has nothing to do with the Bible. Maar ze hebben niks te maken met de Bijbel. Motivational speakers. Motivational sprekers. I hold my heart. Ik hou mijn hart vast. In sadness. In droefheid. When a preacher becomes very famous, als een prediker heel beroemd wordt. They sit in a car, dan, en ze zitten in een auto. With the phone and their selfie. Telefoon en een selfie. And they send out a 3-minute message to you. En dan sturen ze een 3-minuten boodschap naar je toe. And you hardly hear a Bible verse. En je hoort amper een Bijbelvers. And you go and watch it. Jij gaat er naar kijken. It's the truth. Het is de waarheid. It's the truth. Het is de waarheid. I beg you, do not send me no films of nobody. Ik smeek je, stuur me niet filmpjes van Jan en Alleman. Especially when you send me with women with fingernails so long, like Zyron sent me one time. Vooral als je me filmpjes stuurt, hè, met vrouwen met zulke lange nagels. About the coronavirus. Over het coronavirus. And that woman
had fingernails like this. Die vrouw, wou iets vertellen over dat coronavirus met zulke lange nagels? Green fingernails. Groene vingernagels. And she was describing what the coronavirus is. En ze was aan het beschrijven wat het coronavirus is. She lined up the words. Ze zette de woorden op een rijtje. C-O, da, 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 da. C-O, weet je, in een naam, de eerste letters. And then it came out to be 666 at the back. Oh, en aan het eind kwam ze uit op 666. And she said. Zij zei. Not God. Niet God. She said. Zij zei. This is the corona. Dit is het corona. The beast. Het beest. Because the 366 is the beast. De 366 is het beest. And she knew how to put the say coronavirus and back it up with 666. Ze wist hè, zo'n sommetje te maken dat ze met de letters van corona uiteindelijk bij 666 kwam. And it's nowhere in the Bible. En het staat niet in de Bijbel. You cannot find it in the Bible. Je kunt het niet vinden in de Bijbel. But people still watch it. Mensen kijken er wel naar. You hardly hear them talk about the Bible nowadays. Tegenwoordig hoor je ze ook niet meer over de Bijbel praten. They talk about what they see. Ze praten over wat ze zien. And get deceived. En ze worden misleid. And don't come to me when you get in trouble then. Dan moet je ook niet bij mij komen als je in de problemen komt. Go to those people. Ga dan naar diezelfde mensen toe. Call them. Bel hun op. Call them. Bel hun dan. Let them counsel you. Laat zij je maar counselen. Because you receive their truth. Je hebt hun waarheid. I tell you, this is preaching. I do not want you to send me those things. Don't do it. Die ding hoef je me niet te sturen. Send me the word. Stuur me maar het woord. Tell me what God dealt with you in the word. Vertel me wat God met jou gedaan heeft met het woord. Not prophecies of man. Niet profetieën van mensen. Check what God says. Kijk wat God zegt. Through his prophets. Door zijn profeten. Through the prophet Jesus. Door de profeet Jezus. And then we check what's going on with the events that are happening. En dan kijken we, dan leggen we dat naast alle gebeurtenissen. See what Jesus says. Ga kijken wat Jezus zegt. As the prophet. Als de profeet. And then check what's going on. En dan leg je daarnaast wat er nu allemaal gebeurt. That's what you got to do. Dat moet je doen. You say, are you angry? Je zegt, ben je boos? Yes, I am. Echt wel. Because I have to run from my phone with the needs of man. Omdat ik bijna moet vluchten van mijn telefoon van alle nood van mensen. Including leaders. Ook leiders. Who are confused. Die helemaal in de war zijn. Because they follow the social media. Omdat ze de social media volgen. Instead of Jesus. In plaats van Jezus. The prophet. De profeet. The apostle. De apostel. The teacher. De leraar. The shepherd. De herder. The evangelist. De evangelist. It's about Jesus. Het gaat om Jezus. And his doctrine. En zijn leer. Let me read a scripture. I gotta get my own amplified Bible here. Laat me een tekst voor je lezen. Sister Sinaida, do you understand my spirit? It's about time every preacher gets mad like this. Het is tijd dat elke prediker zo boos wordt. On the rotzooi that is going on. Alle rotzooi. My goodness. I want to read in this Bible. In deze Bijbel wil ik graag lezen. In the second letter of John. In de tweede brief van Johannes. And this has to do with what Jesus said in Matthew 5:17. En dit heeft te maken met wat Jezus gezegd heeft in Matthäus 5:17. Don't think that I came to destroy the law and the prophets. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. I didn't come to destroy them. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen. But I came to complete them. Maar om ze compleet te maken. Fulfill them. Te vervullen. And I give my people the ability to do them. En ik zorg dat mijn volk het bekwaamheid heeft om het ook te kunnen. I came not to destroy the law. Ik ben niet gekomen om de wet te vernietigen. Or the prophets. Of de profeten. I came to complete them. Maar om ze compleet te maken. Fill them up. Ze te vol te maken. And I will enable my people. En ik zal zorgen dat mijn volk. To obey them. Eraan kan gehoorzamen. Ja. If we neglect Jesus' teachings. Als wij de leer van Jezus verloochenen, we are endangering our lives. Of negeren, dan brengen we ons eigen leven in gevaar. I want to read with you. Ik wil graag lezen. The second letter of John. De tweede brief van Johannes. I don't know why people say preaching is easy. Ik snap niet waarom mensen zeggen preken zo makkelijk is. I want to read 2 John.
in 2 Johannes. Vers 7. No, let me read 6 also. Of laten we beginnen bij vers 6. And this is love. Dit is de liefde. That we walk according to his commandments. Is that right in your Bible? Dat wij wandelen naar zijn geboden. Staat dat ook in jouw Bijbel? This is the commandment. Dit is namelijk het gebod. As you heard from the beginning. Zoals u vanaf het begin gehoord hebt. That you continue to walk in love. Dat u daarin moet wandelen, in de liefde moet blijven wandelen. Guided by it. Sorry. And following it. Dat je dat moet blijven volgen. Watch number 7 now. En dan vers 7. Please pay attention. For many imposters, it says. Want er zijn vele misleiders of indringers. This is the Amplified Bible. In de Amplified staat indringers. Seducers. Misleiders. Deceivers. Verleiders. False leaders. En valse leiders. Having gone out into the world. Zijn in de wereld gekomen. They're out there. Ze zijn er. All over the social media. Je vindt ze over de hele sociale media. They have a voice. Ze hebben een stem. All over the social media platform. Op het hele platform van de sociale media. And I'm going to try my Dutch now. En ik wil niet dwalen hier met de kraan open. To bring healthy teachings to you. Ik wil je gezonde leer brengen. And then you flip aside. Maar vervolgens ga jij. And follow crazy things. Gekke dingen volgen. And then I'll dwell with the crown open here. It's like I'm mopping with while the tap is open. That's very tiring. Dat is heel vermoeiend. And you gotta make a leader happy. Je moet de leider ook blij maken. You gotta even submit to leaders, the Bible says. Je moet je ook onderwerpen aan leiders, zegt de Bijbel. Can you follow me in verse 7? Let's hit the devil together here. Kun je me mee volgen in vers 7? Laten we de duivel hier samen flink mee raken. For many imposters. Want er zijn veel indringers. Seducers. Hè, misleiders. False leaders. En valse leiders. Have gone out into the world. Die zijn in de wereld gekomen. Men who will not acknowledge. Mannen die niet willen erkennen. Confess. En belijden. Admit. En toegeven. The coming of Jesus Christ, the Messiah in bodily form. Dat Jezus Christus in lichamelijke in het vlees, in lichamelijke vorm is gekomen. Such a one is the imposter. Dat is de indringer. The seducer. De misleider. The deceiver. De verleider. The false leader. De valse leider. The antagonist of Christ. De antagonist, dat is het tegenovergestelde van Christus. And the antichrist. En de antichrist. You want a teaching about the antichrist? There they are. Wil je leren over antichrist? Hier heb je het. Vers 8. He's talking to you now. Nou heeft hij tegen jou. Talking to the church. Heeft hij tegen de gemeente. Look to yourselves. Let op jezelf. Take care. Zorg. That you may not lose, throw away or destroy all that we and you have labored for. Dat je niet verliest of kapot maakt waarvoor wij gewerkt hebben. But that you may persevere. Maar dat je mag volharden. Until you win. And receive a perfect reward in full. Tot je wint en een vol loon mag ontvangen. How many people are reading these things? Hoeveel mensen lezen dit eigenlijk? The ninth verse, watch it. Vers 9. Watch this one good. Hier moet je ook goed naar kijken. Anyone. Ieder. Who runs on ahead of God. Die op God vooruit loopt, die voor hem uit rent. You know what that means? Weet je wat dat betekent? Anyone who wants to interpret their own Bibles. Iedereen die zijn eigen Bijbel wil uitleggen op zijn manier. Their philosophy. Met hun eigen filosofie. Bring up their own teachings. Je komt met je eigen leer. Hey, are you listening? Anyone. Ieder. Who runs on ahead of God. Die God voorbij loopt. And does not abide in the doctrine of Christ. En niet blijft in de leer van Christus. Watch this. Who is not content with what he taught. Die niet tevreden is met wat hij ons leert. So a lot of people don't want, are not satisfied with the teachings of Jesus. Veel mensen zijn niet tevreden met de leer van Jezus. They flip out. And listen to prophecies. Ze gaan naar profetie luisteren. And listen to this. En ze luisteren naar dit. And listen to that. En naar dat. And this is talking to imposters. En het gaat hier over indringers. Who is not content with what Jesus taught. Ieder die niet tevreden is met wat Jezus leert. It says he does not have God. Staat die heeft God niet. But he who continues to live.
Maar wie blijft leven? In the doctrine teaching of Christ. In de leer of wat Christus leert. That one has God. Die heeft God. He has both the Father. Die heeft zowel de Vader. And the Son. Als de Zoon. Watch verse 10. Vers 10. This is not only for Jehovah's Witnesses. Dit is niet alleen voor Jehovah's getuigen. Or the Mormons. Of de Mormonen. If anyone that comes to you. Als iemand bij u komt. And does not bring this doctrine. En deze leer niet brengt. Is disloyal to what Jesus Christ taught. Die is ontrouw aan wat Jezus geleerd heeft. Do not receive him. Die moet je niet ontvangen. Don't accept him. Die moet je niet accepteren. Do not welcome or admit him. Die moet je niet welkom heten of toelaten. Into your house. In je huis. Or bid him Godspeed. Of hem Gods vrede, God zij met u wensen. Or give him any encouragement. Of hem, ja, of hem bemoedigen. This is not only for Jehovah's Witness. Dit is niet alleen voor Jehovah's getuigen. And Mormons. En Mormonen. And sectes. En secten. But this is also for Christians. Dit is ook voor christenen. Who follow the wrong way. Die de verkeerde weg volgen. Who follow wrong teachings. Die een valse leer volgen. Who is not abiding in the doctrine of Christ. Die niet blijven in de leer van Christus. It is Christ we need. Christus hebben we nodig. And not philosophies of man. Niet filosofieën van mensen. And traditions of man. En tradities van mensen. It is in Christ we are complete. Het is in Christus dat wij compleet zijn. In him alone. In hem alleen. Dwells all the fullness of the Godhead bodily. Woont heel de volheid van God lichamelijk. And in him alone are we complete. En in hem alleen zijn wij compleet. Filled with the Godhead. Vervuld met de Godheid. Father, Son and Holy Ghost. Vader, Zoon en Heilige Geest. Nobody else we need. Niemand anders hebben wij nodig. No other teaching. Geen andere leer. We don't need it. Hebben we helemaal niet nodig. We don't accept it. Dat accepteren we ook niet. If we can't find it in the Bible. Als we het niet terug kunnen vinden in de Bijbel. You hear me? Verse 11. Vers 11. For he who wishes him success. Want wie hem succes wenst. Who encourages him. Die hem aanmoedigt. Godspeed. Die en ook Gods vrede, Gods zegen wenst. Is a partaker in his sins. Die doet mee met zijn zonde. Aha. Wow. Aha. So. Think about that. Denk daar maar eens over na. That's why. Daarom. God in his faithfulness. God in zijn betrouwbaarheid. Has chosen. Heeft ervoor gekozen. The faithful word. Namelijk het betrouwbare woord. God cannot change. God kan niet veranderen. And his word can never change. En zijn woord kan nooit veranderen. And that's why Christ proclaims. Daarom verkondigt Christus. To the whole world today. Aan de hele wereld vandaag. To every leader. Elke leider. Every church. Elke gemeente. I did not come. To destroy the law or the prophets. Ik ben niet gekomen om de wet of de profeten af te schaffen. I came to fulfill them. Maar om ze te vervullen. Christ did everything according to the law. Christus deed alles volgens de wet. The Bible says he walked with the two disciples on the road to Emmaus. De Bijbel zegt dat hij op weg was naar Emmaus met de twee Emmausgangers. You heard this already. I'm not going to turn to it. Dat hebben jullie al gehoord, dus dat ga ik niet opzoeken Luke nu. Luke 24. In Lucas 24. He meets them on the road. Hij ontmoette hen onderweg. He was resurrected. Hij was opgestaan. They were in their doubts. Zij waren in hun twijfel. In his resurrection. Over zijn opstanding. Doubting in unbelief. Ze twijfelden, ze hadden ongeloof. Where is he? Waar is hij? He said he was going to rise. Hij zei dat hij opgewekt zou worden. And he meets them on the road. En hij ontmoet hen onderweg. And he grabs a hold of them. En grijpt ze beet. And gave them a simple seminar. En gaf hen een eenvoudige seminar. 14 kilometers long. 14 kilometer lang. He had church with them. Hij hield die kerk met ze. He built them up. Hij bouwde hen op. From what? Van waaruit? From Moses. Van Mozes. From the Psalms. Van de psalmen. And the prophets. En de profeten. The simple word. Het eenvoudige woord. His doctrine. Zijn leer. Not philosophies of man. Niet de filosofieën van mensen. Not doctrines of Jehovah's Witness, Mormon of Pentecost. Niet de leer van Mormonen, Jehovah's getuigen of Pinkster. An Anglican. Een Anglicaans. And Roman Catholic. En Rooms-Katholiek. And any religion. En welke religie dan ook. The Psalms. Maar de psalmen. Moses. Moses. And the prophets. En de profeten. You will have a whole week to read about that. Daar heb je een hele week voor nodig om dat allemaal te lezen. To read Jesus in Moses. Om over Jezus te lezen in Moses. To read about him in the Psalms. Om over hem te lezen in de psalmen. And to read about him in the prophets. En over hem te lezen in de profeten. How many Christians even do that?
Hoeveel christenen doen dat alleen al? Knowing him in Moses. Hem kennen in Mozes. See him when Moses wrote about him. Hem zien wanneer Mozes over hem schrijft. And see him in the Psalms. Hem zien in de psalmen. And see him in the prophets. Hem zien in de profeten. And get blessed. En gezegend worden. And edified. En opgebouwd. And that brings us to a healthy church. Dat brengt ons tot een gezonde gemeente. That is not polluted. Die niet vervuild is. With man-made doctrines. Met leringen van mensen. Yeah. I'm sure I'll get so criticized, Sister Sinaida. Ik weet zeker dat ik heel veel kritiek krijg. By so many. Door heel veel mensen. That I'm too rough. Dat ik te hard ben. On the internet. Op internet. But this is what I got to preach. Maar dit moet ik wel preken. How many of you? Wie van jullie have ever taken the time heeft er ooit de tijd voor genomen in, your Bibles, in je Bijbel te duiken and read Moses, en te lezen de boeken van Mozes and see Jesus in it, en Jezus daarin terugzien and go into the Psalms, en ga naar de psalmen and devour the Psalms, verslind de psalmen. Since when did you hear a school read Psalm 22 in the school? Sinds wanneer heb je op een school in Psalm 22 horen lezen? And go to Psalm 2. En Psalm 2. And see the Messiah there. En daar de Messias in zien. As the anointed one. Als de gezalfde. That God exalts him as the king. Dat God hem verheven heeft als koning. And God calls everybody to worship him and kiss the Son of God. En God roept iedereen op om hem te aanbidden en de Zoon van God te kussen. Unless he becomes angry. Opdat hij niet toornig wordt. And we perish. En wij omkomen. Jesus is in Psalm 2. Jezus is in Psalm 2. The first messianic psalm. De eerste messiaanse psalm. His resurrection. Zijn opstanding. In Psalm 16. In Psalm 16. Thou will not leave my soul in hell. Gij zult mijn ziel niet achterlaten in de hel. Neither will you suffer your holy one. En u zult niet toelaten dat uw heilige to see corruption. Bederf ziet. Over and over. En steeds weer. You see Jesus. Zie je Jezus terug. In all the prophets. Met al de profeten. Especially Isaiah. Vooral Jesaja. Isaiah mentions him as a servant. Jesaja benoemt hem als dienaar. You're looking at me like that. Je kijkt zo naar me. Because you're convicted. Omdat je overtuigd bent. Go read them. Ga het lezen. And put away those phones. Doe die telefoon aan de kant. Put your face in Jesus' words. Kom met je gezicht in Gods woord, in de woorden van Jezus. Asha, can you check with me John 5, 39, what it says, please? Johannes 5, vers 39. Yeah, please help me here. Yeah. I'm staying at Matthew 5, 17, down to 20, yeah. Please. U onderzoekt... Wait. John 5, 39, right? Johannes 5, vers 39. Everybody read it out loud, come. Allemaal. Kom. Ja, even opzoeken. Even opzoeken, zo lang? Ja, I got it, but you didn't tell him. John 5. Johannes 5, vers 39. Come on, let's read. U onderzoekt... Hallo! U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Hallo! De schrift getuigt He's van mij. He's saying that to the Jews. Hij zegt dat tegen de Joden. The Jews didn't do it. De Joden deden het niet. But he's telling us to do it. Hij zegt dat wij het wel moeten doen. What's verse 37? Vers 37. Let's read 36 ook erbij. Vanaf vers 37. No, verse 35 erbij. We beginnen bij 35. He, Jesus. Hij, Jezus. Was the burning and shining lamp. Was de brandende en lichtgevende lamp. No, he's talking about John the Baptist, by the way. Oh, dat gaat you were willing for a time to rejoice in his light. En u heeft nu voor een korte tijd in zijn licht willen vreugen. But verse 36, I, Jesus. Maar vers 36, ik, Jezus. Have a greater witness than John's. Ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. For the works which the Father has given me to finish. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen. The very works that I do. Juist die werken die ik doe. Bear witness of me. Getuigen van mij. That the Father has sent me. Dat de Vader mij gezonden heeft. 37. The Father himself. Want de Vader, who sent me, die mij gezonden has heeft, testified of me. Die heeft zelf van mij getuigd. Now look what he tells the Jews. Kijk wat hij nou tegen de Joden zegt. Make sure you are not in this category. Zorg dat jij niet in deze categorie valt. I said, make sure you are not in this category. Ik zei, hey, zorg dat jij niet in deze categorie valt. You have neither heard his voice. U hebt zijn stem nooit gehoord. At any time. Ja. Nor seen his form. En ook zijn gedaante niet gezien. See. Make sure you're not in the category of the next verse again, 38. En zie, zorg ook dat jij niet in de categorie valt van het volgende vers, vers 38. But you do not have his word abiding in you. Want u hebt zijn woord niet blijvend in u. Because whom he sent.
Want die hij gezonden heeft. Him you do not believe. Hem gelooft u niet. Make sure. Zorg nou. You are not in this category. Dat jij niet in deze categorie valt. Uh-huh. Now verse 39. Vers 39. You search the scriptures. U onderzoekt de schriften. Not the phone. Niet de telefoon. Not the TikTok. Niet TikTok. And the Instagram. Instagram. And the Snapchat. Snapchat. And all these gadgets. Al die gadgets. That the devil is introducing. Waar de duivel mee gekomen is. To distract people. Om mensen af te leiden. From the power of the word. Van de kracht van het woord. Even if you have your phone. Zelfs als je je telefoon hebt. Make sure you have the Bible in it and read it. Zorg dan dat de Bijbel erin staat en je dat leest. Not other things. Geen andere dingen. Don't pollute the church. Vervuil de kerk niet. Don't defile the church of Jesus. Verontreinig de gemeente van Jezus niet. Wow. You search the scriptures. U onderzoekt de schriften. You have to do that. Jij moet dat doen. I cannot do it for you. Kan ik niet voor jou doen. You have a house. Je hebt een huis. You have your Bible. Je hebt je Bijbel. Discipline yourself. Leg jezelf breng jezelf een beetje discipline bij. Wake up earlier. Sta iets vroeger op. Go to bed later. Ga iets later naar bed. Read the word. Lees het woord. Search the Bible. Onderzoek de Bijbel. You search the scriptures. U onderzoekt de schriften. For in them you think you have eternal life. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Your eternal life. Je eeuwige leven. Is in the word. Is in het woord. Searching the Bible. De Bijbel onderzoeken. And he tells them. En hij zegt tegen hen. These are they which testify of me. En die de schriften zijn die van mij getuigen. The scriptures. Points to Jesus. De schriften verwijzen naar Jezus. No other doctrine but Jesus. Geen andere leer dan Jezus. The entire Holy Scriptures. Heel de Heilige Schrift. Testify of our Messiah. Getuigen van onze Messias. Get into that Bible. Duik in die Bijbel. Get rid of so-called hobbies. Doe zogenaamde hobby's. Doe ze aan de kant. Don't make them your God. Maak daar niet je God van. Your life depends on searching the scriptures. Je leven hangt ervan af dat je de schrift onderzoekt. Because the entire scripture. Want heel de schrift. Testifies of the Lord of Lords. Getuigt van de Heere der Heren. But verse 40 says. Maar vers 40. But you are not willing to come to me. Maar jullie willen niet tot mij komen. That I may give you life. Opdat ik u leven kan geven. Jesus has all life. Jezus heeft alle leven. He expounded the scriptures to the disciples on the road to Emmaus. Hij legde de schrift uit aan die twee Emmausgangers. Not the coffee break. Niet de koffiepauze. Not two verses. Niet twee versjes. One psalmpie. Een psalmpje. 14 kilometers. 14 kilometer lang. That's a marathon. Dat is een marathon. Of scripture. Van schrift. Moses. Moses. Psalms. Psalmen. Prophets. Profeten. He was saying. Hij zei. This is me. Dit ben ik. It's me you need. Mij heb je nodig. This is me. Dit ben ik. This is my revelation. Dit is mijn openbaring. It's all in the scriptures. En het staat allemaal in de schrift. Let me warn you about something. Ik wil je ergens voor waarschuwen. If you somebody comes on internet. Als iemand op internet komt and tells you, en tegen jou zegt. I have a new revelation for you. Ik heb een nieuwe openbaring voor je. You tell them. Dan zeg je tegen hen. You's a liar. Je bent een leugenaar. You's a liar. Liegbeest. Because. Want. There is no new revelation. Er is geen nieuwe openbaring. The Bible is the revelation of God. De Bijbel is de openbaring van God. If somebody cannot show you chapter and verse. Als iemand je die niet terug kan leiden naar hoofdstuk en met het vers. You type to them big letters. You are a liar. Dan typ je terug. Liegbeest. Mm-hmm. Another thing that happens on internet today. Nog iets wat op internet gebeurt. I am aware of it. Daar ben ik me bewust van. So I'll shoot at the devil here. Ik schiet even op de duivel. A man comes up on the internet. Er komt iemand op internet. And he said, hey, beloved. Dan zegt hij, geliefden. Lieve mensen. Dear folks.
I know in your church you don't feel so comfortable. Ik weet dat je niet op je gemak voelt in je kerk. Because you're not getting really the teaching that you need. Omdat je niet echt de leer krijgt die je nodig hebt. That's a devil right there. Dat is al een duivel. Nobody says nothing. Niemand zegt iets. And I want to send you my teaching. En ik zal je mijn leer sturen. Just send me your email. Stuur me je e-mail maar. I know you're not getting the right teaching. Want where ik you weet are. Dat je niet de goede leer krijgt. That's what Mitchell tried here. Dat probeerde Mitchell hier te doen. With the doctrine of a Korean devil. He, met een leer van een Koreaanse duivel. Try to introduce it here. Probeer dat hier te introduceren. I expose it. Ik ontmasker het. Do you know what a pastor goes through to be a leader? Weet je wat een pastor allemaal meemaakt als How leider? How dare you? Hoe durf je? Go on internet introducing teachings to people. He, via internet allerlei leerstellingen aan mensen introduceren. And belittling a local pastor. En een plaatselijke pastor probeer je te verkleinen. Where the pastor fasts for his people. Waar een pastor is die vast voor zijn mensen. Praise for the people. Die bidt voor de mensen. Study the word the whole week. Die de hele week het woord bestudeert. Thinking about the people. Denkt aan de mensen. Calling them. Belt ze op. Apping them. Appt ze. And you come up. En dan kom jij aanzetten. They don't know you. Ze kennen jou helemaal niet. People are posting things and sharing things of other people. They don't even know them. Mensen posten bepaalde dingen en leerstellingen van mensen die ze niet eens kennen. They don't even know their life. Ze kennen hun leven helemaal niet. Pastor Joshua from Malaysia. Pastor Joshua. I've been ministering to that young man for 4 years now. Ik dien hem al 4 jaar nu. 4 years. Of 4 jaar. Almost every day. Bijna elke dag. The guy is so hungry. Hij is zo hongerig. I feed him. Ik voed hem. I spend hours with him. We brengen uren door. Because he's hungry. Omdat hij hongerig is. To learn. Om te leren. And hij wil leren. And I give myself for that. En daar geef ik mezelf aan over. You know what he told his congregation? Niemand zei tegen zijn gemeente. No. Sorry. Do you know what he told the congregation? Oh, weet je wat hij tegen zijn gemeente zei? He said. Hij zei. At this moment. Op dit moment. I am listening only to Pastor Vernon. Luister ik alleen naar Pastor Vernon. I didn't tell him to say that. Ik heb niet gezegd dat hij dat moest zeggen. Nobody has to listen only to me. Niemand hoeft alleen maar naar mij te luisteren. You have to listen to God. Je moet naar God luisteren. But he has leaders. Maar hij heeft leiders. And he said. En zei. You all stop watching the YouTube now. Jullie moeten nou allemaal ophouden naar alles te kijken op YouTube. I am your pastor, he said. Ik ben je voorganger. You know my life. Jullie kennen mijn leven. You come to my house. Je komt bij me thuis. You see me. Je kan mij zien. And I see Pastor Vernon's life. En ik zie het leven van Pastor Vernon. Me and Brother Irvin stayed 3 weeks in the man's house. Broer Irvin en ik bleven 3 weken bij hem thuis. 3 weeks. 3 weken. He saw how I live. Hij heeft kunnen zien hoe we leven. And so he trusts me. Dus hij vertrouwt me. And he said, I'm shutting down this church. They gotta stop watching Netflix en al die rotzooi. Hij zegt, ik stop alles. Ze moeten ophouden met Netflix en van alles en nog wat te kijken. You know. You know, we have to be so careful that we don't defile the church. We moeten zo oppassen dat wij niet degene zijn die de gemeente verontreinigen. God said. God zei. Oh boy, I'm gonna lose people if I still do this now. When the Bible says. Wanneer de Bijbel zegt. In 1 Corinthians 3, 16 and 17. In 1 Corinthians 3, vers 16 en 17. That the church is the temple of the God. Dat de gemeente de tempel van God is. You are the temple of the Holy Spirit. U bent de tempel van de Heilige Geest. The Spirit is dwelling in you. De Geest woont in u. Then verse 17 he says. En dan in vers 17. If anyone. Indien iemand. Defiles the temple of God. De tempel van God verontreinigt. The church. Dat is de gemeente. God will destroy them. Zal God hem vernietigen. That's what's in your Bible. Dat staat ook in jouw Bijbel. And he was referring to. Hij verwees daar naar. Who is teaching what in the church? Wie wat leert in de gemeente? Because way back and I preached this for years. If you forget it, I'll got. En ik heb de jaren gepreekt, want helemaal terug.
I remember preaching the foundation Jesus. Ik weet nog dat ik over het fundament, namelijk Jezus, gepreekt heb. That Paul as the wise master builder. Dat Paulus als de wijze bouwmeester. 1 Corinthians 3, number 11 and 12. 1 Corinthians 3, vers 9 tot 11. He says as the wise master builder. Als de wijze bouwmeester. I laid the foundation. Heb ik het fundament gelegd. Which is Jesus Christ. Namelijk Jezus Christus. And then he said, let every man comes after this. Hij zegt, laat ieder die daarna komt. Make sure that they build on this foundation. Zorg dat hij bouwt op dit fundament. Which is Jesus Christ. Dat is Jezus Christus. There is no other foundation, he says. Hij zegt, er is geen ander fundament. This is the only one. Dit is het enige. And Paul was the wise master builder. Paulus was de wijze bouwmeester ervan. Every preacher. Elke prediker. I don't care who we are. Kan me niet schelen wie we zijn. We got to be building on Jesus Christ. Wij moeten bouwen op Jezus Christus. His teachings. Zijn leer. His holiness. Zijn heiligheid. His resurrection. Zijn opstanding. Everything has to be about him. Alles moet om hem gaan. And he said, hij zei, if anyone builds on this foundation, als iemand nu op dit fundament bouwt, if they build on wood, als hij bouwt met hout, on stone, of op stenen. And on rotzooi, op rotzooi. They will be judged. Wordt hij geoordeeld. With fire. Met vuur. To save their souls maybe. Misschien, om misschien hun ziel te redden. But those who build on gold, with gold. Maar degene die bouwen met goud. With silver. Zilver. They're building the church on the right teachings. Ze bouwen de gemeente met de juiste leer. They will be rewarded. Zij worden beloond. Are you listening to this? Are you listening to this? Are you really listening to this? Are you really listening to this? I have seen people destroyed in the church. Ik heb gezien hoe mensen kapot gingen in de kerk. Because they brought rotzooi in the church. Omdat ze rotzooi brachten in de kerk. Wrong teachings. Valse leer. Yeah. They were destroyed. Ze zijn eraan gegaan. And you know they have a saying in Dutch. En dan is er zo'n gezegde. Nou kan je de bediening op je buik schrijven. You can forget your ministry. One man comes up and says, I can have another woman on the side. Dan komt er eentje aanzetten die zegt, oh, ik kan er nog wel een vrouw, extra vrouw bij hebben. And he was a prophet, by the way. En dat was een profeet trouwens. But then he said no. Maar toen zei hij nee. He used Bible. Hij gebruikte de Bijbel. It's okay to have a woman on the side now. Het is okay om er een vrouw bij te hebben. And then he joins another lady. En dan neemt hij er een vrouw bij. Disappointed all the pastors. Het heeft al die de voorgangers teleurgesteld. All the churches collapsed. Al die kerken die onder hem waren stort in. Think about that. Denk maar eens over na. God will deal with those people. God rekent af met die mensen. We better watch our lives. Wij moeten goed op ons eigen leven and passen. Hold on to Jesus. En bij Jezus blijven. His word is unchangeable. Zijn woord is onveranderlijk. Never changes. Verandert nooit. Let me give you some other scriptures. Go to Hebrews 10 quickly. Snel even naar Hebreeën 10. We must, as the church, wij als gemeente moeten build up the church de gemeente opbouwen by recognizing door te erkennen. It's okay. It's okay, Elisha. God bless you. We must recognize and acknowledge. We moeten herkennen en erkennen. The faithfulness of God. Hoe trouw God is. And we're going to hold on to Matthew 5:17. En we houden ons aan Matthäus 5 vers 17. And I want you to read it with me again. En lees het nog maar een keer mee. So we can let it penetrate our souls. Dan come. Kunnen we het goed tot onze ziel laten doordringen. This is Jesus talking. Read it. Denk niet dat ik gekomen ben. Oh, vers 17. That's what I said, Hans. Ja, nou, you said several things. But denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. He came to fulfill them. Hij is gekomen om ze te vervullen. And when you look at Hebrews 10. Als je kijkt naar Hebreeën 10. Number 3. Nummer 3. Down to 9. Tot 9. You can see clearly. Dan zie je duidelijk. Christ did what no one else has done. Dat Christus gedaan heeft wat niemand anders gedaan heeft. He obeyed perfectly. Hij was volmaakt gehoorzaam. Never broke any law. Heeft nooit ook maar enige wet verbroken. In anything. Ja. He obeyed perfectly. Hij was perfect gehoorzaam. Never broke the law. Heeft de wet nooit verbroken. That's what the Bible shows me here. Dat laat de Bijbel mij hier zien. It says in Hebrews 10, 3. In Hebreeën 10, vers 3 staat. For those sacrifices, there is a reminder of sins every year in the Old Testament. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Every year sins come up.
Elk jaar komen de zonden weer naar boven. In het Oude Testament. For it is impossible, verse 4, that the blood of bulls and goats could take away sins. Want vers 4, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Vers 5. Watch this now. Therefore, when he Jesus. Daarom, wanneer Jezus. Came into the world, he said. Bij zijn komst zei hij. Sacrifice and offering, Father, you did not desire. Slachtoffer, spijsoffer, Vader, hebt u niet gewild. But a body. You prepared for me. Maar hij hebt een lichaam bereid voor mij. God the Father gave him the body. God de Vader gaf hem dat lichaam. And he took the body. Hij nam dat lichaam aan. And he comes down. En dan komt hij hier. Verse 6. Op aarde. In burnt offerings and sacrifice for sin, you had no pleasure, Father. Vers 6. Vader, brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Now verse 7. Read it with me. 1, 2, 3, go read. Vers 7, lees dat maar mee. Toen zei ik, Jezus, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. I come. Ik kom. In the volume of the book. In de boekrol. Which book? Wat voor boek? The Old Covenant. Oude Testament. It is written about me in the book. Er staat over mij geschreven in het boek. To do your will. Om uw wil te doen. You gave me the body. Je hebt mij dat lichaam gegeven. I obey. Ik ben gehoorzaam geweest. Jesus gave up all claims to his life. Before the foundations of the world. Jezus heeft elke claim op zijn eigen leven opgegeven al voor de grondlegging van de wereld. He responded in obedience. Hij beantwoordde in gehoorzaamheid. The Father prepared the body. De Vader had dat lichaam klaargemaakt. But he responded. Maar hij beantwoordde in obedience. Met gehoorzaamheid. And he came here. En hij is hier gekomen. Verse 7 says. Vers 7. I come. Ik kom. In the volume of the book. In de boekrol. The book is the Old Covenant. Dat is het Oude Testament. Which was written of me. Daar is over mij geschreven. To do your will, O God. Om uw wil te doen, O God. 8 verse. 8. Previously saying. Daarvoor had hij gezegd. Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin you did not desire. Daar had hij gezegd, slachtoffers, spijsoffers, brandoffers, offers voor de zonde, hebt u niet gewild. Nor had pleasure in them. En ze hebben u niet behaagd. Which are offered according to the law. Hoewel ze wel overeenkomstig de wet gebracht werden. Verse 9. Vers 9. Read it with me, please. Lees maar mee. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. He came here. Hij is hier gekomen. To do the will of God. De wil van God te doen. According to the law. Volgens de wet. The book of the law. De boekrol. He lived with it. Daar leefde hij mee. He takes away the first covenant. Hij neemt het eerste verbond weg. By his death. Door zijn dood. To establish the second. Om het tweede verbond in te stellen. Christ did not come here. Christus is hier niet gekomen. To take away the law. Om de wet weg te nemen. Or the prophets. Of de profeten. Like many preachers say. Zoals veel predikers zeggen. They do as if there is two gods. Ze doen er alsof er twee goden zijn. One God of the Old Testament. Eén God van het Oude Testament. One God of the New Testament. En één God van het Nieuwe Testament. One God. Eén God. One Bible. Eén Bijbel. Not two. Niet twee. Nobody says nothing. Jesus answered the types of all ceremonial laws. Jezus beantwoordt de typen van alle ceremoniële wetten. And he manifested himself. Hij heeft zichzelf geopenbaard. To be the substance. Dat hij de realiteit is. Of all the shadows of the Old Testament. Van de schaduw van het Oude Testament. The Old Testament is a shadow, yes. Het Oude Testament is wel een schaduw, ja. But he lived in the old. Maar hij leefde in het oude. Obeyed the laws of the old. Was gehoorzaam aan de wetten van het oude. Perfectly. Volmaakt. Went to the synagogue. Ging naar de synagoge. Every Sabbath. Elke Sabbat. To fill his life with the Old Testament. Om zijn leven te vullen met het Oude Testament. And here we are Christians. En dan komen wij hier aan als christenen. Listening to Joseph Prince. We luisteren naar Joseph Prince. It's easier. Jesus made it easier. We don't have to live in the Old Testament no more. Het is makkelijker. Jezus heeft makkelijk gemaakt voor ons. Wij hoeven niet meer het Oude Testament te leven. While the whole Bible is inspired by the Spirit of God. Terwijl de hele Bijbel geïnspireerd is door de Geest van God. All Scripture.
Heel de schrift. Has the breath of God on it. Daar zit de adem van God in. And is profitable. En is nuttig. To rebuke us. Om ons te bestraffen. Convict us. Te overtuigen. Correct us. Corrigeren. Lead us to holy living. Ons te brengen in dat heilige leven. And when we bow for it. En als wij daarvoor buigen. We'll mature. Dan kunnen we groeien. That the man and the woman of God. Opdat de man en de vrouw van God. May be perfect. Volmaakt mogen zijn. Totally furnished. En volkomen toegerust. Unto all good works. Voor alle goede werken. No one should touch the Bible. Niemand zou aan de Bijbel moeten komen. Preach it. Preek het. Teach people the Old Testament. Onderwijs mensen ook het Oude Testament. Show them where it's fulfilled in the new. Laat hen zien waar en hoe het in het nieuwe vervuld is. It takes a sacrifice. Hij neemt de offers. Of you lazy preachers. Het kost offers, hè? Je luie predikers. Who said you don't have to read the Bible no more? Ja, er zijn luie predikers die zeggen: ah, we hoeven de Bijbel niet meer te lezen. They don't read the Bible no more. Zij lezen de Bijbel niet meer. No wonder the people are deceived. Geen wonder dat de mensen zo misleid worden. Because a leader cannot give what he does not have. Want een leider kan niet geven wat hij zelf niet heeft. Bijna klaar. Christ came here. Christus is hier gekomen. To manifest. The shadows om de schaduw te openbaren of the Old Testament, van het Oude Testament. And to point us, en ons te verwijzen. To point us, en ons te wijzen. To him, naar, verwijzen naar hem. As the substance, als het echte daarvan. Of all the law, van heel de wet. And the prophets. Van alle wetten. Hij is de vervulling. Hij is de realiteit van alle wetten en de profeten. I am mad. Ik ben kwaad. That people don't even read Leviticus. Dat mensen Leviticus niet eens lezen. When you look at Leviticus, als je kijkt naar Leviticus. And you see the altar of sacrifice, en je ziet het brandofferaltaar. In the tabernacle, in de tabernakel. Right after the gate, hè, meteen naar de poort. You enter and you find the altar of sacrifice. Zodra je binnenkomt, kom je het brandofferaltaar tegen. So big, heel groot. Made of brass. Van koper of brons. Judgment. Oordeel. Big horns on it. Grote horens erop. Thousands of animals. Duizenden dieren. Slaughtered. Werden geslacht. Every single day. Elke dag. You can hear the animals. Je kon de dieren horen. Screaming. Schreeuwen. Blood everywhere. Overal was bloed. And the priest standing there. En de priester stond erbij. Waiting for the people to come with their sins. Die wachtte tot de mensen met hun zonden bij hem kwamen. Whether it was willful. Of het nou opzettelijk, bewuste zonde was. Or ignorant. Of in onwetendheid. But at that time. Maar in die tijd. The people had to come to the priest. Moesten de mensen bij de priester komen. With their animal. Met hun dier. Here, priest. Hier, priester. Ik heb overspel gepleegd. I committed adultery. Heer priest. Heer priester. Ik heb hoererij gedaan. I committed fornication. Heer priest. Heer priester. I was watching pornography. Ik zat naar de porno te kijken. On YouTube. Op YouTube. Heer priest. Heer priester. Ik was aan het roddelen. I was gossiping. Heer priest. Heer priester. I was jealous. Ik was jaloers. At my brother and sister. Op mijn broer en mijn zus. And they had to bring the animal. Dan moesten ze met een dier komen, een offer. How many of you read those things? Wie van jullie leest die dingen? How many of you read the Bible? Wie van jullie leest de Bijbel nog? And it's all pointing to Jesus. En het verwijst allemaal naar Jezus. The fire on the altar. Het vuur van dat altaar. Had to burn 24/7. Moest 24/7 blijven branden. God himself put the fire on. God zelf had het vuur aangestoken. And he told the priest. En zei tegen de priesters. You go there. Jij gaat daarheen. And you keep that altar clean. Je zorgt dat dat altaar rein blijft, schoon blijft. Take away all the ashes. Je moet de as weghalen. And all that hinders the fire. En alles waardoor dat vuur gehinderd wordt. God said, I want to see the fire. Want God zei, ik wil het vuur zien. I want to see the fire. Ik wil het vuur zien. I want to see fire. Ik wil vuur zien. Fire on the altar. Vuur op dat altaar. Burning away. Dat wegbrandt. The sins of man. De zonde van de mens. Together with the blood. Met het bloed. Of animals. Het bloed van dieren. All pointing to Jesus. Verwijst allemaal naar Jezus. Why don't we want to read those things? Waarom willen wij die dingen niet lezen? That's why many do not know Jesus like he is. Daarom kennen zoveel mensen Jezus niet zoals hij is. They don't know him. Ze kennen hem niet. Because you will value him.
Want je zult hem waarderen. When you see all those animals, wanneer je al die dieren ziet. Slaughtered. Hoe die geslacht werden. Bleeding. Bloeden. God wanted to see the blood. God wilde bloed zien. To make atonement for the sins of the people. Om verzoening te doen voor de zonden van de mensen. And in those days, sins was only covered. En in die tijd werden de zonden alleen nog maar bedekt. Never taken away. Nooit weggenomen. Jesus comes. Nou komt Jezus. 1 John 3, 5. 1 Johannes 3, vers 5. We know. Wij weten. He was manifested. Dat hij geopenbaard is. To take away our sins. Om onze zonden weg te nemen. And in him. En in hem. Is no sin. Is geen zonde. If you do not read the Bible. Als jij de Bijbel niet leest. And see Jesus in the whole Bible. En Jezus niet ziet in de hele Bijbel. I want to challenge you. Wil ik je uitdagen. To do it. Dat je dat wel doet. You need to take the time to do that. Maar daar zul je tijd voor moeten nemen. I can never help you with that. Ik kan je daar nooit bij helpen. You have to dig into the Bible. Jij moet in die Bijbel. And see Jesus everywhere. En overal Jezus in terugzien. And see the shadow. Waar je de schaduw ziet. And then go to the substance. En dan ga je kijken naar hoe het nu echt is. Yeah. That's why God took Moses. Daarom nam God Mozes. Into the heavens. Mee naar de hemel. Showed him the heavenly tabernacle. Liet hem daar die hemelse tabernakel zien. And instructed Moses. En gaf Mozes de instructies. Go down there. Nu moet je naar beneden. Take an offering from the people. Offer van de mensen aannemen. Let them give willingly. Ze moeten wel gewillig geven. To build me a sanctuary. En een heiligdom voor mij bouwen. Make it, Moses. Jij moet dat maken, Moses. As a pattern. Als een patroon. Of what you see up here. Van wat je hierboven gezien hebt. Moses saw the heavenly tabernacle. Moses heeft die tabernakel in de hemel gezien. Uh-huh. Did you ever read that? Heb je dat ooit gelezen? Did you know what Moses saw up there? Weet je wat Moses daar gezien heeft? No man has ever seen that. Dat heeft geen mens ooit gezien. Only Moses. Alleen Moses. If you want to know God. Als jij God wilt leren kennen. If you want to really know Jesus. Als je Jezus echt wil kennen. You need to study the Bible. Moet je de Bijbel bestuderen. The Bible. De Bijbel. The Word of God. Het woord van God. Nothing else. Niks anders. When you see that heavenly tabernacle. Als je die hemelse tabernakel ziet. I mean, if you really want to know it. Ik bedoel, als je dat echt wil weten. You need to study the earthly tabernacle. Dan moet je die aardse tabernakel bestuderen. It's in your Bible. Read it. Die staat in je Bijbel. Go to Exodus. Ga maar naar Exodus. No, not now. Niet nou. And start reading. En dan ga je het lezen. Until you reach 25. Tot je bij hoofdstuk 25 komt. That's where God starts to build. Daar begint God te bouwen. He said, Moses. Hij zei, Moses. I want you to build me a sanctuary. Ik wil dat jij een heiligdom voor mij bouwt. Why? Waarom? Because I'm a holy God. Want ik ben een heilige God. And I want to come. And dwell among my people. En ik wil te midden van mijn volk wonen. And Moses obeyed. Moses was gehoorzaam. And he built it. Hij heeft het gebouwd. The Spirit of God came upon men. De geest van God kwam op mensen. Aholiab. Aholiab. Bezaleel. En Bezaleel. God filled them with the Spirit. God vulde hem met de geest. To build that tabernacle. Om die tabernakel te kunnen bouwen. He didn't choose them because they were kunstenaars. Hij koos ze niet uit because they were artists. And watching their movies. En naar hun films kijken. And drinking their wine and beer. En terwijl ze met hun wijn en bier nog drinken. He filled them with the Spirit. Hij vervulde hem met de geest. Gave them wisdom. Gaf hen wijsheid. And understanding. En verstand. And knowledge. En kennis. To build the tabernacle. Om die tabernakel te kunnen bouwen. That's why I do not ordain everybody. Daarom zegen ik niet iedereen in. You think I'm gonna call you down here and pour oil in your head? Denk je dat ik je naar voren roep en dan olie over je uitgiet? Just like that? Zomaar? You gotta have qualifications. Je moet kwalificaties hebben. You gotta be filled with God. Je zult vol van God moeten zijn. God filled those men with the Spirit of God. God vervulde die mannen met de geest van God. To build even the furniture of the tabernacle. Om zelf de meubels van de tabernakel te maken. De voorwerpen. Don't play with God. Je moet niet spelen met God. My point is, mijn punt is. The whole Bible, de hele Bijbel. Cannot change. Kan niet veranderen. It is fulfilled. Maar is vervuld. It gets better. Het wordt beter. In Jesus. In Jezus. He did not throw away the law. Hij heeft de wet niet weggegooid. And the prophets. En de profeten. He fills them up. Hij heeft ze voller gemaakt. He completes them. Hij heeft ze compleet gemaakt. It's about him. Het gaat om hem. Unchangeable. Onveranderlijk. And he enables us.
En hij zorgt ervoor to obey them. Dat wij in staat zijn ze ook te gehoorzamen. To obey the law and the prophet. Te gehoorzamen. Wij kunnen gehoorzamen aan de wet en de profeten. Hebreeën 10, 10 down to 14, quickly. Hebreeën 10, vers 10 tot 14. Next time you let me start early. Now I got to wrap up this meeting in a half of my message, Hans. Hebreeën 10, come. Hebreeën 10. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. Verse 11, every priest standing ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. But this man, maar deze man, Jesus, vers 12, after he had offered one sacrifice for sins forever, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had tot in sat eeuwigheid, down at the right hand of God, is gaan zitten aan de rechterhand van God. And from there, en vandaar, vers 13, he is waiting. Wacht hij. Waiting. Hij wacht. Till all his enemies. Tot al zijn vijanden. All his enemies. Al zijn vijanden. All his enemies. Al zijn vijanden. Satan. Satan. Monkey pox. The monkey pox. Huh? All his enemies. Apenpokken. Apenpokken. Coronavirus. God knows what else is going to come. Corona. God weet wat er nog meer komt. All the plagues. Alle plagen. He's waiting. Hij wacht. Till his enemies. Tot zijn vijanden. Come and lick the dust at his foot. Hè? Stoffel aan zijn voeten komen likken. Christ came here. Christus is hier gekomen. To fill up all the defects of the law. Alle defecten van de wet vol te maken. And to complete the law. En de wet compleet te maken. And perfect it forever. En volmaakt te maken voor eeuwig. Read Hebrews 10, 14, everybody out loud. Met z'n allen Hebreeën 10, vers 14. My goodness. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. By one sacrifice. Met één offer. One bloodshed. Eén keer zijn bloed gegeven. Comparing that to all the animals. Vergelijk dat met al die beesten. At the altar of sacrifice. Bij het brandofferaltaar. All the bloodshed. Al die bloedvergieting. Of animals. Van dieren. That never took away sins. Die de zonde nooit konden wegnemen. You know what this shows me, Tante Ilona? Weet je wat me dat laat zien? The price that Jesus paid here. De prijs die Jezus hier betaald one heeft. One sacrifice. Eén offer. One time shedding blood. Eén keer zijn bloed vergieten. In like in Gethsemane there. Zoals in Gethsemane. And blood everywhere on the cross. En bloed aan het kruis. I want you to read with me for me Colossians 1:20. Colossense 1 vers 20 even. 23 quickly. Colossense 1 vers 20 tot 23. You all can turn to it if you want. Je mag het allemaal even opzoeken. But keep your hand at Matthew 5 so I can close this thing good. Ah ja, nog steeds bij Matthäus 5. This scripture just comes to my mind. Ja. Colossians 1, verse 20. En dat hij door hem... Wait for them. Now you told me to wait. I'm waiting. Oh. I'm waiting. Colossians 1. Colossians 1, verse 20. You don't have to go forever to get Colossians. Come on. Je hoeft er niet eeuwen over doen om Colossians te vinden. What does it say in verse 20? Answer quickly. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zal. God by Jesus Christ. God heeft door Jezus Christus. What did he do? Dat hij alle dingen met zichzelf verzoenen zal. He reconciled all things to himself. What else? Door vrede te maken door het by bloed. By making peace through what? Door wat? Door het bloed van zijn kruis. Through the blood of his cross. Everybody shouts the blood of the cross. Shout it. Het bloed van zijn kruis. The blood of his cross. And what did he do once? Wat heeft hij dan gedaan? Door hem zowel de dingen die op de aarde zijn. Things in earth. Things in heaven. Als de dingen die in hemel zijn. And what else? En heeft u. And you. Die voorheen, nu niet meer. Enemies in your minds. Die vervreemd was en vijandig gezind. Alienated and enemies in your minds. U was vervreemd en vijandig gezind. By wicked works. Want dat bleek uit uw slechte daden. Yet now has he reconciled. Maar nu heeft hij u verzoend. Through the body of his death. In het lichaam van zijn vlees door de dood.
Through death. Door de dood. And what else comes here? Read it, read it. Stand up and read it. Ga staan, hè? Wat stand heeft up and read it. Ga maar staan, lees dan verder. Om wat? Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. What? No, in unison. I want everybody allemaal to read tegelijk, oké. Okay. Hij heeft door de dood ons verzoend. Waarom? Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. No, just to present you a sinner. Nee, om u als een zondaar voor zich te plaatsen. A fornicator. Als een hoereerder. An adulterer. Als een overspelige. A watching a pornography. Als iemand die naar porno kijkt. A secret sin person. Iemand met stiekeme zonden. Flirting with whores. Flirten met hoeren. Watching TV programs. Naar tv-programma's kijken. That are not glorifying God. Waar God niet, totaal niet verheerlijkt wordt. To present you. Om u voor zich te plaatsen. Holy. Heilig. Unblameable. Onberispelijk. Unreprovable. Smetteloos. In the sight of God. Voor het aangezicht van God. That's what Jesus came here to do. Dat is Jezus hier komen doen. Through the body of his death. Door het lichaam van zijn dood. And can you imagine? How much sissies are in church today? Kun je je voorstellen, zoveel watjes in de kerk. Er zijn zo ontzettend veel watjes. They watch every preacher. Slapjanissen. Ze kijken naar allerlei predikers. And still not sure of their holiness. En nog steeds niet zeker dat ze heilig zijn. And here it says. En hier staat. Through the body of his flesh. Door het lichaam van zijn vlees. Through death. Door de dood. To present us. Om ons voor zich te plaatsen. Kijk eens even. Kijk eens. Holy. Heilig. Unblameable. Smetteloos. Unreprovable. Onberispelijk. In his sight. Voor zijn aangezicht. That's the way our life is supposed to be right now. Zo behoort ons leven op dit moment te zijn. After all that Jesus did. Na alles wat Jezus volbracht heeft. And then I look at a verse like Hebrews 10:14. En dan kijk ik naar een vers zoals in Hebreeën 10 vers 14. By one sacrifice. Door één offer. He has perfected us. Heeft hij ons volmaakt. Forever. Tot in eeuwigheid. All those. Dat zijn allen die. Who live the sanctified life. Die dat geheiligde leven leiden. That means we got to be living the sanctified life. Dat wil zeggen dat wij wel dat geheiligde leven moeten hebben. I love the context. Ik hou van de context, het verband waarin iets gezegd wordt. When I look at Colossians 1. Als ik kijk naar Colossense 1. 22. Vers 22. I will repeat it for you. Ik zal het voor je herhalen. So you can make sure. Dan kun jij ervoor zorgen. That you start living. Dat je begint te leven. Holy. Heilig. Unblameable. Smetteloos. Unreprovable. Onberispelijk. In the sight of God. Voor het aangezicht, in de ogen van God. For the rest of your life. Voor de rest van je leven. Do you know why I say that? Weet je waarom ik dat zeg? Read verse 23. You see the condition to do it. Lees vers, 23, lees vers 23 wel maar, want dan zie je de voorwaarden. Read it, read it. Als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt. Dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is. Waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. So to stay in the level of verse 22. Dus om te kunnen blijven op het niveau van vers 22. To stay in the hands of God. Blijven, om te blijven in de handen van God. Holy. Heilig. Unblameable. Smetteloos. Unreprovable. Onberispelijk. In the sight of a holy God. In de ogen van een heilige God. You got to practice verse 23. Zul je vers 23 in praktijk moeten brengen. Read it again, please. Lees nog een keer. Read it with power. Tenminste, als u in het geloof blijft, gefundeerd en vast. En u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt dat gepredikt is in de hele schepping die onder hemel is. You got to continue. Je zult moeten blijven. You got to continue. Je zult door moeten gaan. Steadfast. Standvastig. In the faith. In het geloof. Rooted and grounded.
geworteld en gegrond in the gospel, in het evangelie, in the word of God, in het woord van God, in all the law and the prophets, in heel de wet en de profeten. That's where our strength is. Daar zit onze kracht in. Halleluja. Amen. 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 This is it. I'm done. Dit is het. Ik ben klaar. I cannot finish this message today. Ik kan de boodschap vandaag niet afkrijgen. Let's say I finished it today. Laten we zeggen, ik ben klaar vandaag. Let's say, voor next vandaag. Week, God willing, all of you are going to be here. Laten we zeggen, zo de Heer wil, zijn jullie er allemaal volgende week weer. We're going to follow Jesus' example unless we got to work. Wij zullen het voorbeeld van Jezus volgen. To run to the synagogue. Door te rennen naar de synagoge. To run to the house of God. We rennen naar het huis van God. Discipline ourselves. Breng onszelf de discipline bij. To get the law and the prophets. Dat we zorgen dat we de wet en de profeten krijgen. And the fulfillment. En de vervulling. In the house of God. In het huis van God. Unless we have to work. Tenzij we naar moeten werken. On Sunday. Op zondag. Or unless your body gives you a problem. Tenzij je iets in je lichaam mankeert. Even then you may end up coming here. Zelfs dan kun je misschien toch komen. And get healed. En genezen. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Is there anybody want to worship God? Is er iemand